Hey, hallo. Welkom bij Hop Hop naar Amerika, de podcast. De podcast waarbij je heerlijk weg kunt dromen bij verhalen en interviews over Amerika. Amerika gezien door de ogen van de toerist met luchtige onderwerpen, grappige verhalen, anekdotes, spanning en sensatie. Maar vooral over hoe leuk en mooi Amerika is. Ik ben Corné, je gastheer van vandaag. Aflevering 24. Oost-Amerika. En we hebben weer een nieuwe aflevering van de podcast van Hop Hop naar Amerika. Ik heb het net hier aan tafel ook al gezegd. Het lijkt voor mij wel een tenniswedstrijd, want ik zit van links naar rechts te kijken. Ik heb namelijk twee gasten aan tafel. Nou, hey, is dat niet leuk? Nee, ik ga gewoon gelijk beginnen. Ik begin voor mij links. Wie heb ik aan tafel? Ik ben Theo, ik ben 33 jaar, woonachtig in Rotterdam en docent op het voortgezet onderwijs. Doe maar. En het mooie Rotterdam doet mij natuurlijk ook deugd. Ja, het is voor mij natuurlijk de mooiste stad ter wereld. Ja. New York komt in de buurt. Maar... Oh kijk, nou daar gaan we het ook ongetwijfeld nog over hebben. Ja. Ik ga eens even kijken of de andere kant van de tafel het daarmee eens is. Wie heb ik daar zitten? Eva, 27 jaar. Ik woon ook in Rotterdam. Ik wil niet helemaal zeggen dat dat de mooiste stad is van de wereld. Ik vind dat Tilburg ook wel gedeelde eerste plek heeft, want daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Juist. Maar Rotterdam is een goede gedeelde eerste plek. En ik werk ook in het onderwijs, maar dan als teamleider in het MBO. Nou, kijk eens aan. Dat is wel een mooie tafel die ik hier bij elkaar heb. Hebben jullie elkaar net buiten voor de deur zomaar toevallig ontmoet? Of is hier ook nog iets van een soort chemie gaande? Ja, we hebben wel een soort van relatie met elkaar. Kijk, ja. Een soort van, hè? Ja, precies. Ja. Alles voorzichtig formuleren. Dus ik hoop ook dat dit niet tot echtscheidingen leidt, deze podcast. We gaan daar natuurlijk fel in dadelijk met alle stellingen en noem het maar op. Maar ik ga er zomaar vanuit dat jullie dat wel kunnen handelen. En ik ben ook benieuwd of er verschillen zitten in jullie belevenissen in Amerika en jullie ervaringen. Hoe zijn jullie zo bij Amerika terechtgekomen? Mag ik dat vragen? Ja, dat mag. Ik heb eigenlijk al sinds kleins af aan wel de wens, denk ik, om naar Amerika te gaan. Toen ik 12 was, gingen wij een verre reis maken met mijn ouders. Daar hadden wij de keuze, mijn zusje en ik, om te kiezen tussen Zuidoost-Azië of Amerika, waar we heen mochten. Nou, toen was het als wij allebei voor Amerika zouden kiezen, waar zij hun reis hebben gemaakt toen zij waren getrouwd. Toen mochten wij daar naartoe. Maar mijn zusje koos voor Zuidwest-Azië of Zuidoost-Azië. Dus zijn we toen daarin gegaan. Helemaal geen spijt van gehad. Topreis gehad. Okay. Toen later in mijn studententijd met een goede vriend hebben we ook nog geprobeerd een keer om een hele reis uit te stippelen. Is heel ver gekomen. Maar ja, eigenlijk ook niet toen gekomen tot echt de reis. Ja, en toen zijn wij elkaar tegengekomen. En die wens zat er echt wel. Maar ja, in je eentje doe ik dat niet zo snel. In ieder geval. Nee, en zodoende zijn we toen, eigenlijk hadden we het over reizen eigenlijk al heel snel tijdens onze eerste date. Nou, zodoende is dat eigenlijk een beetje doorgelopen en dan kom je richting zo'n vakantie en toen, hebben we dat gewoon geboekt, hè? Want we kwamen vrij snel op reizen omdat het vrij snel ging over vakanties, denk ik. Ja, dat hoort natuurlijk ook in het onderwijs. Ja, dat hoort het. We hebben heel veel vakantie, hè? Dat weet iedereen. Ja. maar ik kan niet zo goed stilzitten en ik hou ook heel erg van op vakantie gaan. Theo daarentegen iets minder. Oh ja. Maar we hadden het dus al vrij snel over dat ik toen ik wij elkaar weer opnieuw tegenkwamen, toen we uiteindelijk ook samenkwamen, zeg maar. Hadden het al vrij snel over de reizen die ik op dat moment aan het maken was, of die op de planning stonden. Ik zou een paar weken later naar Jordanië gaan. Ik was net terug uit Marokko. Okay. Dus zo hadden we dat gesprek en ging het ook over, wat is dan je droomreis die je nog wil maken? En Theo zei, ik hoef niet zo nodig allemaal op vakantie. Ik ga liever mijn badkamer verbouwen dan dat ik mijn geld uitgeef aan een vakantie. Toen zei ik, als dit iets wordt, dan moeten we wel samen op vakantie. Ja. En jij wilde graag naar Amerika. En zo hebben we dat eigenlijk wel vrij snel besloten. En hadden we een soort deal. Als ik met hem meega op zijn droomreis, gaat hij mee op die van mij. Dus als ik meega naar Amerika, dan gaat hij hopelijk op een dag nog mee naar India. Die reis hebben we nog niet gemaakt, maar dat is mijn droomreis. Ah, okay. Maar ja, Amerika werd er wel even voorgeschoven, begrijp ik. Die... Ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom dat dan eerst kwam. Nee. Nou, ging eigenlijk ook heel natuurlijk. Maar India, daar gaan we zeker nog heen.
Ja, precies. Die komt echt nog. Nou, ja. Bij deze is het vastgelegd in de podcast. Hè? Dus we kunnen er niet meer onderuit. Nee, dus dat is het goede nieuws. Stond Amerika bij jou ook al op het lijstje, Eva? Of? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik had eigenlijk altijd zelfs dat ik ook zoiets had. Er is één land waar ik echt niet naartoe hoef en dat is Amerika. Ja, en wat had je daar redenen voor jezelf? Nou, niet per se. Het trok me gewoon niet heel erg. Okay. Nee, ik hou heel erg van reizen met andere culturen. Dus ja, wat ik net zei, Jordanië, Marokko, daar denk je dan aan. Dan kom je echt in een totaal andere wereld terecht. En als ik dacht aan Amerika, dan dacht je wel aan ja, wat je zag op tv, maar het is natuurlijk wel redelijk westers. En dat is niet per se waar ik naar op zoek ben als ik wil reizen. Maar goed, ja, Theo wilde dat graag en ik dacht, ja, waarom niet? Laten we gewoon gaan. En je had natuurlijk nog een stok achter de deur voor India. Ook nog, ja, zeker. Ja. Nou, ik ga straks natuurlijk vragen of je er überhaupt spijt van hebt gekregen dat je bent geweest. Maar dat komt in een later stadium. Jullie zijn nu één keer samen in Amerika. En voor jullie allebei ook gewoon de eerste keer in Amerika geweest. Ja, klopt. Wat is de reis geworden? Waar zijn jullie heen gegaan? Ik denk de titel van deze podcast verklapt het al een klein beetje. Maar kun je de reis eens omschrijven voor mij, globaal? Ja, we zijn naar het oosten gegaan. We zijn gevlogen op New York. Daar zijn we eerst een aantal dagen geweest. Toen met de trein, met de Amtrak, zijn we naar Washington D.C. geweest. Vanuit Washington D.C. hebben we een auto gehuurd. Oh ja. Daar zijn we eerst naar Abingdon gereden. Dat was eigenlijk meer een soort tussenstopplaats. Niet zo heel veel te zien, maar voor een overnachting. Voor een overnachting, inderdaad. Ja. Toen zijn we doorgegaan naar Gatlinburg. Ja. Ik ga er straks allemaal nog wat meer over vragen, wat jullie daarvan vonden en zo, maar dat komt toch. Vanuit Gatlinburg zijn we naar Nashville gegaan. Vanuit Nashville naar Memphis. Daar de auto weer ingeleverd. Okay. En toen na Memphis een paar dagen gevlogen naar Orlando. Okay. En daar echt de laatste paar dagen en de terugreis via New York weer terug naar huis. Okay. En hoe zijn jullie dan van Orlando naar New York weer gegaan? Ook met een vlucht? Of? Ja, ook een vlucht. Maar dat was echt om naar huis te gaan. Dus we zijn ook het vliegveld niet af geweest in New York. Oh, okay, ja. Echt een transfer door naar Nederland. Ja. Oh, maar goed, New York hadden jullie toen al gedaan. Die hadden we al gehad, zeker. Ja. Hey, van waar de aantrekkingskracht naar Oost-Amerika? Omdat als ik voor heel veel mensen, laat ik het zo zeggen, die voor de allereerste keer naar Amerika gaan, ja, meestal is het of Florida of het Zuidwesten, zeg maar. Hoe kom je hierbij? En uit wiens koker kwam dat? Ja, ik denk dat het toch wel een beetje uit mijn koker, tenminste de eerste ingeving kwam uit mijn koker. Het is eigenlijk heel grappig dat je dat zo zegt. Want als ik aan Amerika denk, denk ik als eerste aan New York. Ja, dat is ook zo. En dat, daarom is voor mij juist de Oostkust eigenlijk veel voor de hand liggender, zou ik zeggen. Ja. Maar als je naar de westkant kijkt, ik luister natuurlijk heel veel podcasts, ik heb je filmpjes gezien. Dan heb je natuurlijk heel veel natuur. De Oostkust heeft me eigenlijk altijd aangetrokken, ook met de muziek. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Nashville, zeker. Memphis, de parken die er zijn natuurlijk bij Orlando. Ja, en New York, Washington, steden waar genoeg te zien is. Ja, en toen we het daar eigenlijk over hadden, was New York eigenlijk sowieso al een go, zeg maar, als we erheen gingen. Ja, je had eigenlijk al een soort schema liggen die je met die vriend had gemaakt waar je net aan refereerde. Dus die hebben we als basis gebruikt ook, maar die bleek ook wel iets te omvangrijk. Dus daar hebben we nog wel wat in gesneden, want daar stond Philadelphia, dat soort steden stonden daar ook nog allemaal op en nog wat andere zaken. Hoe lang zijn jullie geweest? 3,5 week in totaal. 3,5 week, oké. Was dat voldoende uiteindelijk? Ja, ik denk het wel. Oké. In ieder geval voor wat we hebben gedaan zeker. Ja. Ja, en maar goed, toen wij dat basislijstje hadden, stonden daar eigenlijk alleen maar steden op. Dus toen had ik wel als een soort van wens, wat ik nog wilde toevoegen, was wel een beetje natuur. Dus toen hebben we wel echt gezocht naar waar kun je dan naartoe, hoe kunnen we dat combineren. En toen kwamen we bij de Great Smoky Mountains terecht, wat tussen Washington en Nashville soort van in ligt. Dus dat zeg ik nu heel breed hoor, het is natuurlijk kleiner dan dat. Dus dat hebben we toen daar ook nog ingeschoven. Dus vandaar ook nog een beetje natuur. Nou ja, dat is natuurlijk wel leuk als je met welke omstandigheden dan ook, hè, met twee personen op vakantie gaat, is het ook een beetje geven en nemen. Het is natuurlijk zoeken naar elkaars interesses en dergelijke. Maar dan zijn jullie wel uitgekomen tot een heel mooi plan. Ja, dat is eigenlijk heel soepel gegaan eigenlijk ook. Ja, ik zou bijna zeggen, omdat we toen nog helemaal in onze eerste fase zaten, dat je dan... Is dat zo goed? Ja, dan is het al gauw goed. Maar het is eigenlijk nog steeds dat we dat wel goed doen met alles. Dus, precies. Nou, dat is belangrijk, toch? Hey, we gaan heel even, wat ik altijd zeg, de mensen willen jullie natuurlijk ook iets meer leren kennen dan alleen maar dit. Dus ik heb natuurlijk weer een paar stellingjes bedacht. Dus daar gaan we zo eens even naartoe. Maak jouw keuze. In deze rubriek krijgt de gast telkens twee opties voorgeschoteld. Er moet zo snel mogelijk een keuze gemaakt worden, waarbij de optie die het best bij de gast past, overblijft. Succes!
Ja, succes. Ja, inderdaad. Dat ga ik jullie wensen. Ik heb natuurlijk, omdat we natuurlijk met z'n drieën zijn nu, en ik natuurlijk de vragen stel, ik kom er altijd het makkelijkst vanaf, heb ik om en om voor jullie een stelling. Dus ik ga om en om een stelling doen. Het zijn er nu 10 in plaats van 15, dus jullie zijn eerder klaar. Maar ik denk omdat we met 2 gasten zijn, hebben we ook veel meer om na te bespreken zometeen. Dus laten we beginnen. En dan begin ik bij Theo, de eerste stelling. New York of Orlando? New York. Trein of auto? Auto. Tot in de puntjes voorbereiden of we zien het wel? Tot in de puntjes voorbereiden. Nashville of Memphis? Memphis. Stad of natuur? Stad. Zoveel mogelijk dingen zien of op het gemakje aan? Zoveel mogelijk dingen zien. Over de top of doe maar gewoon? Doe maar gewoon. Washington DC of New York? New York. Een museum of een pretpark? Oeh. Dat is een lastige natuurlijk in Amerika. Ik ga toch voor een museum. Oké. Okay. Ontbijt in het hotel of ontbijten onderweg? Zo. Dat zijn de uitsmijters, hè, dit. Ja, onderweg dan toch. Nou, hey, dat waren de stellingen, tot zover. Maar ik denk dat er nog wel wat na te praten valt. Ik ben ook benieuwd of jullie met elke stelling op één lijn zouden zitten. Want dat ik kan natuurlijk wel leuk worden. Nee, niet alles, denk ik. Dat kan ook bijna niet, hè. Nee. En als ik de stellingen beantwoord, dan zijn ze waarschijnlijk ook alweer anders. Dus, maar dan halen we wel een beetje uit wat voor soort reiziger jullie zijn, denk ik. Even kijken. Ik vroeg aan Theo New York of Orlando en dan kies je voor New York. Ja. Waarom? Nou, ik denk dat die stad, ja, het is natuurlijk de wereldstad. Zoveel te zien als je er doorheen loopt van de films, de series, je herkent plaatsen. Zoveel lekker te eten. Orlando is leuk voor een paar dagen als je naar een pretpark gaat. Maar verder, ja, is er niet zo gek veel te beleven. We hebben nog een paar dingetjes gedaan. We zijn naar de bioscoop geweest daar. Maar om nou te zeggen dat we daar echt heel veel dingen gezien hebben. Nee, New York staat daar wel echt. Voor ons is, het heeft ook wel iets magisch. Je komt daar dan na je vlucht aan. Nou, dan zijn we met de airtrain zijn we richting het hotel gegaan. Moesten nog een stukje lopen. En dan kom je daar uit. En dan sta je gelijk tussen die wolkenkrabbers. Ja, ja, dat heeft wel iets magisch. En ik denk voor ons ook wel, zeg maar, dat was het begin van de reis. Ja, heeft ook wel iets moois dat je daar gelijk je reis begint. Ja, gewoon heel veel leuke dingen gezien ook. Ja, is dat ook je eerste voetstappen op Amerikaanse bodem? Is dan ook gelijk in New York? Is dat nog speciaal? Nou, niet apart, maar ja, het heeft wel een, dat ik denk, ja, het is wel gelijk een lekkere binnenkomen, laten we het zo zeggen. Ja, ja. Je kan ook binnenkomen op Seattle. Ja. Ja, je kunt misschien je een slechte ontvangstcomité voorstellen, denk ik. Precies, precies. Je bent wel echt, dit is Amerika, zeg maar. Ja. Tenminste, sommigen zeggen, New York is geen Amerika. Is wel echt een dingetje op zich. Ja. Voor mij, dat zijn we op onze reis natuurlijk. New York is wel net even iets anders. Maar ja, ik vond het wel een mooie start. En Eva, moet ik de echtscheidingspapieren al tevoorschijn halen? Nee, of zeker niet. Dit klopt nog wel? Dit klopt nog. Ja, achteraf, jij zou ook voor New York gaan? Ja, zeker. Ja. Ik denk voor de hele reis dat New York ook wel mijn hoogtepunt was. Ja. En Orlando had ook voor mij juist echt niet gehoeven. Dus dat was ook het andere uiterste. Dus ik sluit me hier zeker bij aan. Oké, ja. Je hebt sowieso misschien wat minder ook met pretpark of zo? Ja, of ook. Ja, ja. Want dat zal Theo misschien zo nog wel vertellen. Maar hij is wel Harry Potter fan. Dus hij wilde eigenlijk ook per se naar Universal, omdat hij heel veel van Harry Potter is. Juist. Dus we waren daar ook echt voor de parken. Nou ja, ik heb daar gewoon wat minder mee. Ja, snap ik. Jij kiest vervolgens voor de auto in plaats van de trein. Ja. Wat is daar de reden van? Want jullie hebben natuurlijk allebei gedaan, begrijp ik. Hè? En een stuk met de trein gereden, maar ook een huurauto gehaald. Ja, zeker. Nou, de trein was overigens ook perfect. Echt waar, was heel goed geregeld. Was ook heel comfortabel. Echt niks op aan te merken, maar ik vond het in de auto gewoon heel gezellig. Want we waren gewoon soms best wel lang aan het rijden en dan hadden we een playlist. En ja, we hebben het gewoon heel leuk met elkaar als we samen in de auto zitten. Of het nou hier in Rotterdam is voor 10 minuten of we rijden wat langer. Ja. Dan is het gewoon altijd heel erg fijn en leuk en gezellig. Dus ja, dat was daar ook. Dus vandaar de auto. Ja, en nou wonen jullie natuurlijk ook in Manhattan aan de Maas, hè? Dat wordt natuurlijk ook genoemd, exact. Hè, Rotterdam. Dus ja, dat is natuurlijk ook weer een klein knipoogje naar New York. Ja, zeker weten. Nou, ga ik ervan uit dat jij misschien ook zomaar voor de auto zou kiezen? Of zeg jij van, ik ben eigenwijs, ik ga voor de trein? Nee, ik vind autorijden sowieso leuk. Of het nou inderdaad hier is of ergens anders. Dus nee, ik zou zeker ook de auto kiezen. Nog wat Eva zegt, sluit me helemaal bij aan. Want de trein was echt perfect geregeld. Ja, met het hele systeem van de conducteur. Die iedere passagier tot in zijn broekzak kende, zeg maar, die rit. En waar je eruit moest. En dus helemaal goed geregeld. Schoon ook. Maar nee, de auto was echt, denk ik, echt een toevoeging wel aan de reis. Hebben jullie ook, jullie zijn dus met de trein van New York naar Washington DC gegaan.
Was dat een bewuste keuze? Want dan heb je inderdaad in New York heb je eigenlijk ook geen huurauto nodig. Dus je kunt hem wat later reserveren. Hoe heb je dan die tickets? Overigens voor de luisteraars thuis. Iedereen zit hier te knikken aan tafel. Hè? Dus niet dat ik denk, ik krijg een antwoord op die vraag. Maar dus dat klopt inderdaad. Hoe heb je die tickets voor de trein gereserveerd? Heb je dat vooraf hier in Nederland gedaan? Of hoe is dat gegaan? Ja, ik kan natuurlijk bij een van je volgende vragen al gezegd tot in de puntjes voorbereid. Ja, ik hou ook van een goede voorbereiding. Dus ik heb dat inderdaad, hebben we dat samen inderdaad voor de Amtrak hebben we al kaartjes geregeld. En inderdaad, wat je zegt, een bewuste keuze om in New York is inderdaad geen auto te hebben. Omdat ja, we eigenlijk wel wisten dat we daar veel zouden gaan wandelen, van het OV gebruik zouden gaan maken. Dus ja. Inderdaad, dat was inderdaad een bewuste keuze. Weet je nog wat je ervoor betaald hebt voor zo'n treinritje ongeveer? Volgens mij was dat vrij weinig, maar ik weet niet meer zeker. Nee, ik denk een euro of 45 per persoon of ja, zoiets. Oké, okay, ja. Dat is wel vrij ook weinig, maar ja, het viel me mee, laat juist ik het zo zeggen. Want dat is wel grappig, hè? Want je kunt inderdaad in dit geval bespaar je al op een huurauto voor... ik weet niet hoeveel dagen zijn jullie in New York geweest om te beginnen? 5. Is dat voldoende voor de eerste indrukken van New York? Ja. Ik denk dat dat wel een goede indruk je kunt er ook 3 weken volmaken, maar 5 was eigenlijk wel perfect. We hebben eigenlijk wel alles kunnen doen wat op ons wensenlijstje stond. Ja, goed, hè, daar bespaar je dan in ieder geval 5 dagen al autohuur op. Dan heb je de treinrit als misschien nog een dag. Dan heb je je dagen in. Hoe heb je je verplaatst in Washington D.C.? Daar wel met de huurauto? Of dat nee, te ook voet. Pas? Ja, ook genoeg te voet. We hebben daar ook nog een metrokaart gekocht. Juist. Dus daar hebben we ook nog wel wat mee gedaan. Ja. Ja, eigenlijk toen we Washington uitgingen hebben we de auto opgehaald. En die hebben we de hele rit dan gehad. En toen we in Memphis aankwamen hebben we hem eigenlijk ook direct daar ingeleverd. Dat we hem ook daar niet nodig hadden. Daar hebben we ook alles weer gewoon te voet gedaan. Dus ik denk dat we de steden waar we, of de, laat ik zo zeggen, waar we echt afstanden nodig hadden. Ook bij de Smoky Mountains. Daar moesten natuurlijk ook wel wat meters maken, zeg maar. Dus daar hadden we die auto ook echt nodig. Ik denk dat we hem wel op een goed moment hebben opgehaald en weer ingeleverd. Ja, ja dat denk ik inderdaad ook. Ja, het geeft wel, buiten de besparing, weet je wel. Maar zeker in New York kan een auto ook een blok aan je been zijn. Want je moet ook een parkeerplaats hebben. Niet alle hotels bieden dat aan. Of het kost heel veel geld. Dus ja, ik denk dat dit wel een hele slimme keuze is geweest. De treinrit op zich, hoe verliep die? Ja, perfect. Ja. Het was zo ook een hele ervaring op zich. Ja, want het was wel echt zo'n speciale trein. De Amtrak is dan wel ook, voor zover ik weet niet hoe de rest van de trein is, maar ook wel bedoeld voor dergelijke afstanden. En ook vervoer voor mensen die niet per se voor hun werk op en neer gaan, zeg maar. Juist. Dus we kwamen daar aan en we moesten al, het was een soort station en dan waren de perrons beneden. Maar je moest dus ook boven wachten. En toen eenmaal de trein er over 10 minuten of zo zou zijn, moest je jezelf opstellen in een soort rij, al boven dus. Okay. Waren allemaal dingen uitgezet waarin je dan achter elkaar moest gaan staan. Werd ook helemaal begeleid door een paar mensen. En dan mocht je ook in plukjes pas naar beneden het perron op. En dan ook op het perron stonden ze weer aan te wijzen van nou nog doorlopen, want wij waren een van de laatste, geloof ik. Ze moesten ook ver door naar achterlopen, want daar was dan nog plek. Maar dat was perfect geregeld. Okay. En ja, wat Theo net ook al zei, er zat dus ook een conducteur in die trein en die had dan maar, ik denk, alleen een stukje waar wij zaten, die coupé. En die kende iedereen precies. Dus die ging ook boven je stoeltje ophangen tot waar je erin moest blijven zitten. En nou weet ik het allemaal wat. Okay. En wij konden niet meer naast elkaar zitten, maar wel zeg maar op dezelfde hoogte, maar dan met het gangpad tussen ons in. Yeah. En op een gegeven moment ging degene naast Theo weg. En toen dacht ik, ja, nou kom ik naast jou zitten. En toen was ik ook in slaap gevallen daarna, want het was wel een ritje van een paar uur. En toen is hij op een gegeven moment ook nog dus aan Theo komen vragen van, hè, hoe zit dit? Is dit de vrouw die eerst aan de andere kant zat? Want dan hang ik het briefje weer goed. Dus hij hield alles echt nou let in de gaten. Dus ook als er wat was of zo, dan kon je het allemaal vragen. Was echt heel goed geregeld. Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat dat zo'n 4,5 uur duurt. Die treinreis, volgens mij 4,5 denk ik. Ja. Kom je dan ook lekker uitgerust aan en kun je gelijk starten met Washington? Ik weet niet hoe laat jullie aankwamen. Ik weet niet of dat nog weet. Volgens mij hadden we de trein om 10:55 of zo. In ieder geval, we hoefden niet er heel vroeg uit. We konden nog ontbijten. We konden op ons gemak naar het station. Okay. Dus we waren daar denk ik halverwege de middag. En dat was helemaal prima. Want we kwamen daar ook wel echt uitgerust aan. Want ik al zei, het was een wat luxere trein. Grote stoelen, brede stoelen, ook zelfs de rekken boven je, want we hadden allebei echt zo'n reguliere grote koffer bij ons, dus geen backpack of iets anders. Die konden echt boven je nog erin, dus die rekken waren ook groot genoeg. En toen we aankwamen in Washington, hebben we daar een metrokaart gekocht om in ieder geval van het station waar we aankwamen naar het metrostation te gaan, die het dichtst bij het hotel was. Ja. En toen zijn we eigenlijk gelijk ook Washington ingegaan. Dus dat was perfect. Ja, dat is nog goed te doen. Ja. Nou, mooi tip. Nou ja, goed, in de vorige podcast, dit is het dan, aflevering 23. Daar vertelt Michiel heel veel over het openbaar vervoer in Amerika. Dus nou ja, goed, als je die wil horen, luister dat ook een keer terug. Mocht je het nog niet gedaan hebben. Nou, we hadden het over de voorbereiding. Hè? Dat zei je zelf al. Jij bent heel erg van de juiste en volledige voorbereiding. Dat had je net ook al eigenlijk een beetje aangegeven.
Ja, klopt. Wat bereid je dan zo al voor? Ja, alles. Ja, wat niet eigenlijk. Nee, dat is wel een beetje een valkuil van mij hoor. Ik ga graag goed voorbereiden op reis. En zeker omdat je gaat nu ergens naartoe waar je... Het is niet zoals in België, zeg maar. Je pakt even de auto en je staat er met anderhalf uur. En je staat er dan om weer iets te kunnen bekijken. Dit is wel echt even iets wat je... Ja. Natuurlijk zou je dat altijd hebben. Je zal altijd wel nog terugdenken. En dan zal je iets zien ergens op het nieuws of op een site. En je denkt, oh, had ik dat maar gedaan. Ik wilde in ieder geval die kans zo klein mogelijk maken. Dus ik heb wel echt veel sites gedaan. Ook echt bekeken. Ik heb veel podcasts geluisterd. Want die van jou natuurlijk. Ik heb de podcast van Orlando. Oh ja. De podcast van Details. Ah, ja, tuurlijk. Voor de hele Disney ervaring. Juist. Dus ja, daar heb ik best wel wat uurtjes in zitten. Maar dat vind ik ook leuk. Daar begint inderdaad, dat is voor mij ook al een stukje het begin van de trip. En zo hebben we eigenlijk ook een beetje de hotels gedaan. Want die hebben we eigenlijk van tevoren ook via Booking merendeels geregeld. Eigenlijk allemaal geregeld. Dus ik deed eigenlijk, doen we gewoon een beetje dat alles bekijken. Dan keken we er samen nog een keertje naar. En dan maakten we een keuze welke overnachting het werd. En we hebben er eigenlijk nog maar eentje vlak van tevoren gewijzigd. Dat was Memphis. Daar hadden we eigenlijk eerst iets geboekt. Dat kregen we toen we in Nashville zaten. Deden we altijd de plaats daarna. Gingen we altijd nog eventjes bekijken. Ah ja, ja. Toen dachten we, nou, misschien toch iets anders. Toen werd er toch een ander hotel geboekt. En dat bleek achteraf eigenlijk een hele goede keuze. Want toen hadden we echt een heel leuk... Appartement was het appartement. Ja. Ah ja, oké. Okay. Oh, dat was wel grappig. En op een hele leuke plek. Ja. Er zaten echt bijna naast de plek waar... Martin Luther King is doodgeschoten. Dus daar zit dat motel. En er zit ook een Civil Rights Museum in. Oh, daar zaten echt pal naast. Oh, dat is wel een toplocatie dan. Ja. Die wijziging is niet voor niks geweest. Nee, zeker niet. En hoe zit dat voor jou, Eva? Ben jij helemaal... laat ik eventjes in het midden of je van de voorbereiding bent of niet. Had je wel een aandeel in deze reis? Of werd elke keer gewoon gezegd van dit gaan we doen? En, ik had wel een aandeel, zeker. Ja. Nee, ik ben dus van de andere kant. Mocht dat nog niet doorgegeven zijn. Precies. Maar wat heel fijn is... Theo die speelt dan heel erg in op hoe ik in elkaar steek. Dus die gaat dat bijvoorbeeld met hotels bereiden die heel erg voor. Dan had hij bijvoorbeeld nog 5 opties. En dan mocht ik meekiezen welke van de 5 het dan uiteindelijk werd. Dus dan doet hij voorwerk en dan mag ik uiteindelijk meekiezen. Precies. En ook in New York had jij een soort dagschema al gemaakt met wat we dan konden doen. En daar had ik zeker nog wel ook iets op kunnen toevoegen of opmerken of wat dan ook. Maar ik denk dan ook, weet je, prima. Het was eigenlijk niet nodig. Nee, het was niet nodig. Nee. Plus, ik weet niet meer precies wat de stelling was, maar het een beetje op zijn beloop laten, dan vind ik het ook prima als hij alles plant. Dan denk ik, dan ga ik ook gewoon lekker mee. Ja, had jij vooraf, toen jullie het hadden over Oost-Amerika, had je dingetjes... Ja, buiten, je zei al natuur, hè, dat je erin wilde hebben. Had je nog dingen dat je zei van, nou, dit wil ik in ieder geval absoluut zien als ik er toch ben? Ik denk eigenlijk alleen het huis van Elvis, toen we wisten dat we ook naar Memphis gingen. Ah ja. En in New York volgens mij wel dat 9/11 museum, ook in plaats van alleen de gedenkplek. Verder viel het wel mee. Ja. En allebei ook Elvis fans, of dat nou niet per se? Of? Nou, mijn vader vooral meer, dus daar komt hij meer vandaan, denk ik. Ah, oké, okay, inderdaad. Hier ook de vader inderdaad wel. Juist. Vroeger van de vakantietripjes waar de Elvis cd's dan al vrij vroeg de auto ingingen. Maar dat was ook wel iets waar ik van dacht in Memphis. Nou, daar wil ik dan ook zeker heen als je dan toch bent. Dan moet je er wel... Jullie zijn ook wel, dat hebben jullie natuurlijk nog niet in de gaten, maar jullie zijn meester in het maken van natuurlijke bruggetjes. Want de volgende stelling die was Nashville of Memphis. Nou, Eva die kiest voor Memphis. Ja. Sluit jij je daar sowieso bij aan of zeg jij van, nou, mijn hart ligt toch bij de Nashville? Lastige vraag. Nashville vond ik wel echt achteraf gezien voor mij persoonlijk de grootste tegenvaller, denk ik uiteindelijk. Maar dat komt misschien omdat mijn verwachtingen daar ook wel erg hoog van waren. Ik ben een countryliefhebber. Ja. Dus dan moet je naar Nashville. Zeker. Maar ik ben wel echt fan een beetje van de ouderwetse country. Ah, en wat dit meer was denk ik meer een beetje moderne country. En dan wordt het wel wat lastiger. Die vriend waar ik dus vroeger die reis mee heb gemaakt, is nog steeds een van mijn beste vrienden. Die is later gegaan. Die is een week nadat wij zijn gegaan met zijn vriendin geweest. Heel toevallig. Oké. Okay. Hij had die reis ook uitgesteld en toevallig ging hij die reis ook maken. Oh, wat grappig. En hij is ook naar Nashville geweest. Is naar een ander plekje geweest, de Opry House. Oh ja, ja. Daar heeft hij volgens mij wel iets meer echte country gezien. Daar zijn wij niet heen geweest.
Ja, wat dit meer gewoon was Broadway is de straat daar. Juist. En eigenlijk wat je daar ziet is eigenlijk allemaal cafeetjes, barretjes die aan de voorkant ook open zijn. En het is eigenlijk meer een soort tegen elkaar opspelen. Ja. En dat is wat ik eigenlijk wel misschien wel jammer vind van, of wat ik niet had gedacht dat dat zou zijn. Ik had meer gedacht de banjo, de viool en misschien wel een beetje wat uptempo. Maar dit was echt met drumstellen. Ja, en dat had voor mij iets minder met de echte country te maken. Al was het Country Museum dan weer wel heel leuk en mooi. Ja. Want daar zie je echt wel de oorsprong. En groot, zeker weten. Zeker dat weten. Is echt heel groot. Nou ja, we hebben natuurlijk in het voorgesprekje ook al even over gehad. Ik voel absoluut wat jij bedoelt. Want wat ik ook een beetje had, en ik vind country ook echt hele leuke muziek. Ik kan daar echt ook wel van genieten. Is ook dat het... Dat Broadway, het is ook niet dat nou, 25 straten zijn met lol en plezier. Het is, het is denk ik een beetje, zo zie ik het maar, het uitgaansleven van Nashville. En ja, zo heel erg groot is het ook niet. Nee, het is eigenlijk heel klein. Ik denk als je er, als je niet een barretje in gaat om even te zitten, en dat zou ik dus echt wel even aanraden om een keer te gaan doen. Dat hebben we ook wel gedaan. Ja, dan kan je echt wel eventjes genieten van een optreden en echt werkelijk waar iedereen die er staat kan zingen. Dus het is niet zo dat je hier ergens een kroeg binnen stapt en er staat iemand te zingen en je denkt van wie hebben ze over straat geplukt. Nee, zeker. Ze kunnen echt allemaal zingen. Maar ja, als je er echt doorheen loopt, dan heb je het in een half uurtje wel gezien. En daar hadden we denk ik samen ook wel hetzelfde over dat we denken, achteraf had misschien Nashville dan wel een dagje korter gekund. Natuurlijk hebben we ons wel vermaakt en hebben ook nogal andere dingen gedaan. Hoe lang zijn jullie geweest in Nashville? 3 dagen. 3? Ja. En dan hadden er dan misschien achteraf wel 2 kunnen zijn. Ja, we hebben wel daar ook nog een ander optreden gezien. Dat had weinig met country te maken. Maar we zijn ook naar optreden geweest van Nickelback. Oké. Okay. Vroeger hier in Nederland ook nog wel bekend. 2-3 grote hits gehad. Zeker. Maar daar zijn we naar een concert geweest. Ja, daar waren 30.000 man in een arena. Ah. En die zijn daar echt nog goed populair, zeg maar. Juist. Is dat ook die Bridge? Stone Arena? Ja, of die zit ook midden op die straat. Ja, inderdaad, aan het einde van dat Broadway of zo zit hij. Ja, inderdaad. Oh, dus dat was echt, dat past ook niet in een kroegje, denk ik. Het was echt gigantisch. Want dat Bridgestone Arena was, ik denk dat daar normaal ook iets van ijshockeywedstrijden of basketbal, zoiets wordt daar ook wel gehouden. Ah, ja. Dus daar is het ook wel op ingericht. Uh-huh. Maar nu dus een optreden. En dat was wel heel erg leuk om ook mee te maken. Maar ook dat hadden we dus van tevoren thuis al wel geregeld. Ja. Omdat we eigenlijk op zoek waren naar iets van een concert op een moment dat we in Amerika waren. Dus en toevallig Nickelback, Nikkei dan ook nog. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Extra leuk inderdaad. Ja. En hoe beviel dat verder, zo'n concert in Amerika? Ja, prima. Eigenlijk qua hoe dat geregeld was en zo verder allemaal wel. Net als in Nederland. Dus gewoon heel gemakkelijk naar binnen. Goed de plek te vinden. Dat was allemaal geen probleem. Mm-hmm. Maar het was een hele andere ervaring. En dan vooral vanwege de Amerikanen. Okay. Die zich daar heel anders gedragen dan hoe wij gewend zijn. Ja, wat viel je op allemaal? We zijn net ook al even in het voorgesprek als Amerikanen erop uitgaan of dat nou is naar zo'n concert als dit. Of we zijn bijvoorbeeld bij de Yankees geweest in New York. Dan is dat volgens mij hun uitje van het jaar. Want ze pakken onwijs uit. Ja. Waar wij dan iedere keer stel achterover sloegen van de prijzen van bijvoorbeeld eten en drinken bij zo'n evenement. Haalden zij daar alles uit de kast. Dan kon je een soort van box kopen waarin dan alles zat. Verschillende drankjes. En gewoon met een gezin van 5. Ja joh, koop allemaal maar. En dat gaat gewoon om een paar honderd euro. Alleen al aan eten en drinken voor 1 ronde. Ja. En dat doen ze gewoon. Okay. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ja. En wat ons ook heel erg opviel was dat lang niet iedereen gewoon het concert uitzat. Waar ik dat wel heel erg gewend ben van in Nederland. Dat iedereen gewoon blijft zitten van het begin tot het eind. Voor toegift ook nog een keer. Precies, alles erop en eraan. Ik denk dat hier een derde toch zeker al wel weg was op het eind. Echt joh? Ja. Enig idee wat daar de reden van kan zijn dat die mensen dan zo snel weer... Nee, echt geen idee. Geen idee, want het was ook het concert was verder ook zoals wij gewend zijn. Dus ook niet slecht of op een andere manier. Het was juist 1 groot spektakel. Want ik denk dat er wel 10 gastoptredens zijn geweest van allemaal mensen die Amerikanen ook fantastisch vonden. Wij kenden die dan weer niet. Nee, dus ze vonden het een groot feest, maar ze waren toch al weg. Ja. Nu hadden we ook wel, het waren, wat ik zei, in die arena is ook bedoeld om te sporten. Dus het waren ook echt van die sportstoeltjes waar je op zat. En er waren wel wat Amerikanen van formaat die daar ook niet zo goed in passen. Dus misschien dat er nog iets mee te maken heeft. Maar precies. Dat speculeren. Okay. Nou, grappig. Dus daar heb ik een concertje mee gepikt ook. Hey, nu je toch zo lekker aan het babbelen bent, wat kun jij dan misschien Memphis eens verkopen? Want dat is eigenlijk jouw keuze. Ja, zeker. Ja, ik vond het onwijs leuk in Memphis. Ja? Memphis was...
in ieder geval het moment dat wij er waren, voor mijn gevoel niet zo toeristisch. Oké. En wanneer waren jullie er? Ja, midden in de zomer hoor. Midden dat de zomer. Wel. Ja, ja, dus dat heeft misschien ook te maken met het contrast. Want we zijn dus begonnen in New York. Onwijs druk. Hoorde je Nederlands op iedere hoek van de straat. Was gewoon alsof heel Nederland daar zat. Ja, ja. En in Memphis had ik wel het idee dat we echt gewoon met z'n tweeën op vakantie waren. En ook daar weer het contrast van New York. Weet je wel, heel rijk, heel wit, als ik dat zo mag zeggen. Ja. En Memphis was dan weer best wel een zwarte stad. Ja. Ja, waar je veel meer gewoon het idee had dat je ook echt op vakantie bent. Dus niet in iets wat je kent, maar gewoon een hele andere omgeving. En dan ook zo met z'n tweeën. Ja, dat vond ik denk ik het leukste aan Memphis. En sluit je je daarbij aan, Theo? Of heb je helemaal niks met Memphis gehad? Nee. Ik heb zeker niet niks met Memphis gehad. Nee, natuurlijk, we hebben bijna een dag rondgewerfd in Elvis' wereld. Dus dat is al natuurlijk waar je ondergedompeld wordt. Daar gaat ook wel een dag in zitten vaak, hè? In dat hele gebeuren. Daar moeten we misschien iets meer over uitleggen. Het is al meerdere keren teruggekomen in de podcast al. Maar als Amerikanen iets van een museum of een tentoonstelling kunnen maken, dat kan je wel aan ze overlaten. Ja. Ja, en bij Elvis hebben ze natuurlijk, elke centimeter van zijn lichaam hebben ze verkocht ongeveer. Ja, en dat ja. hebben ze uitgebuit elk pak dat hij aan heeft gehad is nog bewaard. De auto's die hij heeft gereden. En natuurlijk elk stukje waar je doorkomt. En het werd op een gegeven moment voor ons echt wel een grap. Elke ding waar we in zijn gegaan. Oh, kijk, en nu komen we nog even door de gift shop. Echt elk stukje. Er zijn twee vliegtuigen waar die hij dan heeft gehad. Nou, voordat je daar komt, moet je eerst door een gift shop heen waar alleen maar artikelen staan met Elvis Air. Dus we hebben het niet alleen over een kaartspel of een bord. Nee, hele hoodies, t-shirts. Alles wat je kan verzinnen, zeg maar, met Elvis Air. En dan kom je weer ergens anders met die auto's. En dan heeft alles weer met auto's te maken met zijn hoofd erop. Juist. Dus dat kunnen ze goed uitbuiten. Precies. Ik heb ooit een keer een gids gehad. Die zei dat ook, hè. Met de tour. Van, en dan tot slot, net als in heel Amerika, gaan we nu met z'n allen naar de gift shop. En dan moet je doorheen. Ja. Dus dat is heel herkenbaar. Ja, Amerika, dat is echt, overal hebben ze een gift shop. Ja, ze hebben hem echt overal. En in het begin denk je van, we gaan nog eventjes kijken. Maar soms loop je echt door zo'n gifshop dat je denkt, dit is de 13e nu van de dag. We gaan er gewoon gelijk doorheen. Tuurlijk altijd wel leuk om even te kijken of er iets ligt natuurlijk. Maar voor de rest Memphis gewoon echt heel leuk. We zijn ook naar de studio's geweest waar nog dingetjes zijn eerste opnames zijn geweest. Ja, eigenlijk ook gewoon ook echt wel het echte Amerika, wat Eva zegt. En natuurlijk ook de Martin Luther King plek, zeg maar, met de civil rights. Ja, dus dat heeft misschien wel inderdaad het stukje muziek wat ik had gehoopt in Nashville, was daar misschien nog wel iets puurder aanwezig. Zo moet ik denken. Ja, veel historie. Nu wij het hierover hebben, ik denk dat daar heel veel historie ligt. Ook als het gaat om, het Civil Rights Museum zijn wij dus ook geweest. En dan gaat het heel erg ook over de weg die de zwarte mensen in Amerika hebben moeten bewandelen om enigszins dezelfde rechten te krijgen als de rest van de bevolking. Ik vond dat heel indrukwekkend. Ja, en dat je ook echt al een beetje schaamt gewoon. Ja, zeker. Ja. Absoluut, ja. Ja, dat klopt hoor. Ook dat hebben we natuurlijk vaker in de podcast behandeld. Maar wij Nederlanders hebben dat natuurlijk al. Maar Amerikanen hoeven ook niet overal trots op te zijn uit hun geschiedenis. Nee. En dat wordt daar natuurlijk wel heel erg belicht. En ik weet, waren jullie ook, je waren niet in New Orleans geweest? Of? Nee. Nee, hè? Nee. Daar heb je dat nog misschien wel extremer. En dat is natuurlijk nog zuidelijker. Maar je hebt daar natuurlijk, die geschiedenis is echt bizar om die verhalen te horen en te lezen. Dat is, het gaat nergens over. Mm. Ja, ik zou wel echt denk ik zeggen, als je in Memphis komt, denkt iedereen natuurlijk wel, ga naar Elvis. Maar op dezelfde hoogte en misschien nog wel daarboven zou ik zeggen, ook zeker het Civil Rights Museum, daar moet je echt wel heen. Want als je daar niet geweest bent, dan heb je denk ik wel zo'n groot basisstukje gemist. Dus die zou ik zeker in je trip wel opnemen. Ja, is dat een museum waar je ook, als je daar rondloopt, een beetje stil van wordt? Kan ik het zo omschrijven? Ja, zeker. Maar ook, het is dus gevestigd in het hotel waar Martin Luther King uiteindelijk voor is doodgeschoten. Dus je eindigt ook je route in zijn hotelkamer. Oké. Die dus helemaal nog is zoals hij toen was. En je ziet natuurlijk niks van die moord of zo. Want het was daar op het balkon, als ik dat goed zeg. Ja, dus dat is heel indrukwekkend. Ja, een hele historische plek ook überhaupt is waar dat gevestigd is. Want het is gewoon zo'n ouderwets motel, is het, zeg maar. Dus je ziet ook nog een paar van die ouderwetse auto's hebben ze nog laten staan. Dus ze hebben daar tegenaan een nieuw stuk gebouwd waar dan het overgrote deel van het museum in is gebouwd. En dan, wat ik zei, een soort ronde maak je daar. En dan eindig je dus nog wel in dat oude gedeelte in die kamer. Oké, ook daar is de
de opzet dus van de hele omstandigheden weer super goed gedaan. Ja, zeker. Ja, maar ik denk wel dat dat, ik denk dat het ook wel in onze kern ligt. Je ziet, we werken allebei in het onderwijs. Ja. En dat je toch een vakantie mag leuk zijn. En ja. Er zijn pretparken geweest. Zeker. We hebben genoeg dingen gezien. Maar we hebben ook genoeg musea gezien. Want dit was niet het eerste museum waar we met de Civil Rights in contact waren. In Washington DC Juist. Hebben we ook een enorm museum gezien waar de Civil Rights eigenlijk in een soort combi vorm langskwamen. De Civil Rights waren daar. En je had daar een stukje over bekende en succesvolle Afro-Amerikanen die bijvoorbeeld de Michael Jordans en de Serena Williams die van deze wereld, zeg maar, die kwamen daar. Ja, dat is een fantastisch museum. Ja. Want daar had je inderdaad echt twee kanten. En de Civil Rights was meer echt slavernij. Het was kelder was geloof ik helemaal gericht aan de slavernijperiode. En dan aan de andere kant werd heel erg de zwarte gemeenschap gevierd. En dat was zo leuk om te zien. En ook mooi dat contrast. Mooi contrast. Oké, ja. Wat grappig. Goed gedaan, zeg. En in Washington is dat allemaal gratis. Al die musea zijn gratis te bezoeken. Dat klopt. Dus dat is helemaal bijzonder, hè? Ja. Ja. Eigenlijk kunnen we daar hier in Nederland misschien wel iets van leren. Dat er misschien toch wel meer mensen naar musea gaan. Nou ja, zeker met dit soort onderwerpen, denk ik. Weet je wel? Omdat dit natuurlijk toch wel, het doet ertoe. Ja. Dan is dat wel handig en mooi, een heel mooi gebaar, als je dat gratis aan kunt bieden. Als je nou, dat is misschien een gewetensvraag, hoor. Als je die twee musea nou eens met elkaar vergelijkt. Dus die uit Memphis en uit Washington DC. Ga ik aan jullie allebei vragen. Kies nou eens even, voor zover dat moet, hè, want je kunt ze natuurlijk ook in jullie geval gewoon allebei doen. Maar wat heeft dan de meeste indruk gemaakt? Weet ik niet zo goed. En dat heeft ook te maken met dat in Washington zat gewoon veel meer geld. Merkte je aan alles. Dus dan is het wel een gratis museum, maar dat wordt heel erg gesubsidieerd. Dat zijn gigantische musea, allemaal heel nieuw, heel schoon. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ja. En in Memphis was het, ik denk gewoon zoals wij het ook gewend zijn. Een museum waarvan je soms denkt, nou, dat had misschien al vervangen mogen worden. Of gewoon meer realistisch, laat ik het zo zeggen. En dat heeft ook wel weer wat charme misschien. Precies. Dus daarom vind ik het even lastig om daartussen te kiezen. Dat snap ik. Ik denk dat Memphis inderdaad misschien, ik gebruikte net het woord puur, dat is misschien iets puurder, iets echter, iets rauwer, zeg maar. En Washington is wat gelikter. Geeft nog steeds het hele verhaal weer. Hè? Maar dat ik eerder Memphis aan zou doen dan Washington. Omdat je daar wel echt het pure verhaal en meer meekrijgt. Washington is echt wel veel meer uitgebreid. Nog meer op details. Nog iets. Ik denk als je met kinderen bijvoorbeeld anderhalf uur door een museum loopt. Dat je makkelijker door Memphis loopt dan Washington. Maar ik zou zeggen, doe ze allebei. Precies. Ik zou zeggen, pak ze allebei, want dan heb je echt het hele verhaal, denk ik, ongeveer wel. Is ook niet, het is ook zeker niet zonde om ze allebei te doen qua tijd. Nee, helemaal niet. Kijk, dat is natuurlijk het mooiste. En ook in de zomer qua temperatuur ideaal. De airco in, absoluut. Ja. Want dan kun je, wij deden dan vaak de musea echt midden op de dag, want dan is het warmst. Dat klopt, heel slim. Ja, jullie zijn volgens mij in mei geweest of zo, hè, van vorig jaar? Nee, echt de zomervakantie, juli, augustus. Oh, zo. Oké, dan loopt dat lekker op. Ja. Zeker in die contraille. Nou, de volgende. Nou gaan we los. Dan komen de messen op tafel en noem het allemaal maar op. Want Theo die gaat voor stad. Als ik vraag stad of natuur. Ja, ik durf bijna niet de andere kant op te kijken. Maar Eva, ga jij ook voor stad? Nee, ik ga denk voor natuur. Dat dacht ik al, Ik denk, hier gaan we. Dit wordt een leuke discussie. Ja. Hey, Theo, waarom stad? Nou ja, kijk maar uit het raam. Ik ben natuurlijk niet voor niks in het hartje centrum gewonnen. Ja, ik hou sowieso van de stad. Ja, ik vind dat lekker als je wel ergens je terug kan trekken. Maar je stapt de deur uit en je hebt de drukte om je heen en alles wat je wil. Nou moet ik wel echt heel eerlijk bekennen. Ik denk dat het stukje wat Eva zeg maar heeft toegevoegd met de mountains, dat wel echt een meerwaarde aan deze trip is geweest. Want dat maakt denk ik deze trip juist zo leuk. Ja. Dat we echt wel de steden hebben gehad, maar ook wel het stukje rust. Wat ik me namelijk nog heel goed kan herinneren is in New York dat we op de eerste of tweede dag, ik weet even niet zeker meer, maar dat we de Roosevelt tram hebben genomen. Daarmee ga je net eigenlijk, hij is niet zo heel bekend, is een soort kabeltreintje. Een soort eilandje, Roosevelt Island heet dat. Oké. Okay. Daar is eigenlijk niks te doen, heel weinig. En daar komen dus ook heel weinig mensen. Maar je kunt dus inderdaad met zo'n soort trammetje die dan het water overgaat daar naartoe. En dan zit je dus eigenlijk midden in de stad. Want het is een soort eilandje dus in de rivier. Of ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet uitleggen. Ja. Onwijs rust. Ja, dat is heerlijk. Als en je dan kijkt naar rechts en je ziet gewoon eigenlijk de hele, tenminste niet de hele skyline, je ziet niet alles. Maar je ziet wel New York daar liggen aan de overkant, zeg maar. En dat geeft wel net even een stukje rust, even die
grote stad ontvluchten. Zo voelde het eigenlijk ook wel. Ja. En dat was dat zijn wel de momentjes geweest waar ik van oké, dat gaf ons ook wel even weer de rust en de dingen om weer op te laden om weer door te kunnen. Ja, want New York is wel een gekke stad, toch? Ja, je hebt geen rust om je heen. Het is constant weer een billboard hier, billboard daar. Ja. Dan zie je ineens aan de overkant van de straat iemand met een Trump-outfit lopen die zich helemaal heeft verkleed bij Trump Tower. Ja, ik vind wel dat je de rust op kunt zoeken als je dat wil. Want dan hebben we het nu wel echt over de hoofdstraten. Zeker. Maar wij deden dan wel eens vaak één blokje erachter lopen. En dan is daar hooguit een paar auto's die daar rijden, maar in ieder geval geen toeristen of zo. Dus je kunt wel echt rustige route pakken als je wil en dus ook wel druk de indruk eruit, als dat meer de behoefte is. Ja, dat is wel een mooie aanvulling inderdaad. En daar heb je ook gewoon hele mooie straatjes. Hè? Ja, met, zeker. Die panden die daar zitten, dat je echt denkt, oh, dit is ook New York. Ja, natuurlijk. En de lekkerste eetentjes. Ja, ook, ja. Ja, ja, want dat is ook op, dat is sowieso wel in Amerika, in als je downtown komt, op elke hoek van de straat heb je wel wat. Maar dat is in New York natuurlijk helemaal. Ja, dat is bizar. Wat ging er in jou om toen je voor het eerst tussen al die mega hoge wolkenkrabbers liep in New York? Ja, eigenlijk meer het gevoel van, ja, nou sta ik hier toch wel echt. Ja, je kent het van tv vaak, hè? Precies, en tuurlijk heb je dan een hele lange vliegreis gehad en heb je 2 uur bij de incheckbalen gestaan voordat je uiteindelijk echt zeg maar het land in mocht. Wat trouwens ook alweer een hele grappige ervaring is als je dan met z'n tweeën dan kijkt en er zijn maar de helft van de poortjes is open, maar ze denken er geen moment aan om er iemand nog bij te zetten. Nee, zeker niet. En die 2 uur die zijn we samen ook alweer heel leuk doorgekomen, maar het is altijd wel weer grappig om te zien hoe dat dan weer werkt. Daar kan je van tevoren ook weer op instellen. Ja, toch, maar dat je daar dan staat en dat je dat gevoel hebt in New York, dat je dan denkt, ja, ik ben er. En de dag daarna zijn we over Times Square gelopen. Achteraf denk ik misschien wel een van de leukste foto's geschoten die we tot nu toe van de hele vakantie toen hebben gemaakt. En dat je daar dan staat die dag en dat je van hotspot naar hotspot loopt. Ja, dat gevoel denk ik meer bij New York. Maar achteraf gezien, dus Orlando bijvoorbeeld, is wel echt natuurlijk, we hebben het over Orlando, waar we allemaal van die pretpark en zo. Maar dat is er wel een stad. Maar het is meer om de pretparken heen gebouwd. Het is niet dat nou heel erg de moeite waard is van het bezoeken. Nee, dan kom je heen voor die pretparken. En daarna zou ik ook aanraden, ga er zo snel mogelijk weer weg. niet alleen voor de pretparken, misschien ook voor de temperatuur. Ja, het is wel anders, ja. Ja. Nou, van die gekte van de stad ga ik toch weer even naar Eva. En dan gaan we naar de rust van de natuur. Die had jij natuurlijk ook een beetje erbij gebracht. Ja. Hebben jullie trouwens, zijn jullie ook nog door Shenandoah National Park gereden of niet? Vanaf Washington naar beneden? Nee. Dat niet? Oké. Okay. Dat zou ook nog een optie zijn. Of de Blue Ridge Parkway, dat zit er ook allemaal in die omgeving natuurlijk. Maar jullie kozen voor de Great Smoky Mountains National Park. Ja, klopt. Ja, maar kun je dat, want dat is gratis, hè? Kun je gratis naar binnen? Ja, dan kun je gratis naar binnen. Het enige wat je moest kopen was een parkeerticket. En dat scheen ook pas sinds een jaar of zo klopt, te zijn. Klopt, dat is nog niet zo lang, nee. Ja, dus daar moesten heel veel mensen ook wel aan wennen. Maar dat werd wel flink gehandhaafd. Dus daar moest je wel goed opletten. Ja, dat is ook niet, volgens mij is dat $5 voor een dag. Ja, het viel reuze mee. Inderdaad, volgens mij $5 voor een dag. En als je dan voor 3 dagen kocht, dan was het weer goedkoper. Dus dat viel inderdaad echt mee. Maar dat had je zelfs ook al nodig als je langs de kant wilde stoppen om even een foto te maken. Dus die moet je wel gelijk halen. Ja. En die kon je ook alleen maar halen bij de visitor centers. Zijn er dan wel een hoop in de buurt, maar daar moet je dan wel goed aan denken. Wat vond je van het park? Ja, wel bijzonder. Ik vond het niet per se heel indrukwekkende natuur. Zeg maar dat je dat. Het zijn niet extreem hoge bergen of andere soort bomen of bijzondere dieren. Nou, dat zeg ik nu. wij hadden op dag 1 kwamen we daar aan en toen dachten we, nou, we rijden even naar een visitor center toe. Gewoon om even informatie op te halen. Misschien kunnen we een boekje halen voor een bepaalde wandeling of wat dan ook. En gelijk zijn parkeerticket gehaald. Dus wij daar komen daar aan. Volgens mij 5 minuten voor sluitingstijd ook. En die man zegt zo, nou, hier is een boekje. Nou, dus wij dat boekje afgerekend. Hij zegt, nou ja, als je de auto gewoon hier laat staan, dan is er een soort van leuk kort rondje, 4,5 kilometer die je kunt lopen. En dan krijg je in ieder geval een beetje een indruk. Dan heb je vandaag nog wat gedaan. Kun je morgen echt een grotere route gaan doen met de auto bijvoorbeeld. Dus wij zeggen, nou oké, prima, laten we dat doen. We hadden wel zin om nog wat te zien na zo'n dag in de auto. Dus wij lopen daar verder. En ik denk dat we 500 meter hebben gelopen en er komt gewoon een beer voor onze neus langs. Oh, echt? Ja, dat was wel heel bijzonder. Was niet zo groot, was een kleine. Ik denk gewoon nog een jonge beer in zijn eentje.
Dus wij hadden ook zoiets van, ja, hallo. En nu? En nu, inderdaad. Maar we waren ook niet daar alleen. Dus wij hadden zoiets van, nou, een beetje afstand houden. We blijven even staan waar we nu staan, want we zagen hem al aankomen. Maar er waren een paar Amerikanen. Die riepen met elkaar, there's a bear! En ze riepen, ze renden er met z'n allen op af. Ja, joh. Ja, bizar. Echt bizar. Oké. Maar goed, wij dachten, oké, prima. Dan kunnen wij ook lekker weer doorlopen. Laten wij maar slimmer zijn. Laten wij maar slimmer zijn. Ja, nee, dus dat hebben we wel gezien. Maar bijvoorbeeld de dag erna zijn we een hele lange route gaan rijden. Cates Cove heet het daar, geloof ik. En daar stond ook bekend omdat je daar heel veel beren kon zien. En dat in principe als je door kon rijden, duurde het een uurtje. Maar omdat er heel veel beren op de weg daar konden staan, kon het zomaar 3 uur duren voordat je daar uit was. Zoiets was het. Maar uiteindelijk hebben wij daar werkelijk niks gezien behalve een hertje. Dus dat was dan weer een beetje een tegenvaller. Dat is ook vaak inderdaad. Ja. Hè? Als je daar zo rijdt er speciaal naartoe en, ja. En dan zie je niks. Nee, dus wij waren wel blij dat we die beer op dag 1 hebben gezien. Want anders hadden we daar gewoon niet zoveel gezien. Nee, ik heb dat wel eens bij de Everglades ook gehad. Hè? Dan ga je naar de Everglades. Nou, dat staat natuurlijk bekend om de alligators en weet ik het al. En gewoon niks, hè? Gewoon niks gezien. Ga je een tour doen en toen zei je zelf, ja, het is veel te warm en misschien zijn ze wel. En dan ga je, weet ik veel, een dag later ga je naar een heel ander gebied en dan zie je er wel 100 liggen. Dus ja. Het is wel een beetje herkenbaar. Moet wel geluk hebben, inderdaad. Ja, dat is. Inderdaad hoor, ik kan me ook vinden in wat je zegt. Het is natuurlijk niet de aller. Het is wel hele fraaie natuur, maar het is nou niet spectaculair. Nee. Om het zo maar te zeggen. Jullie moeten me ook eigenlijk wel stiekem een klein beetje beloven dat je ook nog eens een keer naar het zuidwesten gaat. Daar hebben we de steden natuurlijk, hè? Los Angeles, San Francisco, eventueel San Diego, Las Vegas. Nou, noem het maar op. Maar de natuur, die, ja, daar ga je denk ik wel een verschilletje zien met Oost en West. Maar goed, het is geen verkooppodcast. Hè? Dus, we gaan eerst naar India. Dus. Ja, juist, inderdaad. En dan kun je India ook weer vergelijken straks met de westkust van Amerika. Precies. Nou ja, zo gaan we door. Hè? Dus, nou ja, heb je er zelf ook van genoten, Theo, van de natuur? Nee, wat ik al zei, ik denk dat de natuur echt een positieve toevoeging is geweest op de reis. Dus het is ook niet zo dat ik een hekel heb aan natuur. Hè? Dat niet. Nee, zeker niet. Maar het is niet gelijk het eerst waar je aan denkt. Zeker als ik aan Amerika denk, denk ik, ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk zien. Ja, ik denk juist die rustpunten, misschien het nog wel extra heeft gemaakt dat je van die steden kan gaan genieten. En gewoon de natuur op zich was gewoon ook mooi. Kijk, het zijn geen hele andere bomen die je ziet. Maar nee. Het is wel nog steeds gewoon een mooie wandeling die je maakt. Ja, en zoveel mogelijk dingen zien. Dat is denk ik wel gelukt op deze vakantie. Ja, en toch. Ik weet dat van tevoren er misschien wel wat mensen zeiden toen ze mij hoorden dat ik zoveel aan het voorbereiden was. Dat ze zeiden van ja, is dat nou wel goed? Moet je nou wel alles plannen? Uiteindelijk in New York hebben we best wel dingetjes heb ik gepland, maar niet zoveel. Dus ik heb bijvoorbeeld 3 dingen per dag ingepland. Bijvoorbeeld naar het MoMA, pak de Roosevelt tram en nou, nog iets. Maar daar omheen is die dag gewoon wel vrij. Dus als je dat op een dag doet, dan valt dat uiteindelijk best wel mee, denk ik. Tussen zo heb ik het ervaren. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren in New York. Of dat het echt vol gepland was. Ik denk dat we het uiteindelijk wel vol hebben gepland. Want we waren wel van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op pad. Maar er was wel ruimte, zeker. Ja. Er was wel flexibiliteit om als iemand een tip zou geven als je daar zou zijn. Van bezoek dit of dit moet je echt gaan doen. Dan had dat wel gekund in ieder geval. Zeker. Ja, want we hebben ook nog wel wat dingen in het programma aangepast. Op die laatste dag hebben we de High Line, heette dat zo? Ja. Oh ja, ja. Ja, daar hebben we gelopen. En dan zat nog een soort, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, ergens aan de voet van die High Line een soort van markthal-achtig iets met allemaal restaurantjes. Was super leuk. En dat hadden wij ook niet van tevoren bedacht. Maar daar kom je dan nog achter en dat blijkt dan uiteindelijk misschien wel het leukste, nou, een van de leukste dingen voor mij in ieder geval te zijn geweest. Ja. Omdat dat dan ineens, die High Line was heel groen. Leuke wandeling, mooi uitzicht op de stad. Lekker eten dan dus tussendoor. En dat was echt een hele leuke activiteit. Ja, dat is ook vaak. Hè. Vaak zijn de spontane dingen of de dingen die je niet verwacht, die kunnen misschien alles leuker zijn dan alles wat je van tevoren bedenkt of zo. Of inderdaad, als je het van tevoren bedenkt, heb je daar misschien ook weer een idee bij en dan kan het tegenvallen. Denk aan Nashville bijvoorbeeld. Dat zit dan misschien fraaier in je hoofd dan dat het dan in de praktijk blijkt te zijn. Ja, en je hebt altijd dingen op een vakantie die natuurlijk meevallen, tegenvallen. Zeker. En daar moet je ook altijd gewoon bewust van zijn. Je kan wel ergens zijn en dan denk je, ja, het valt heel erg tegen. En natuurlijk heb ik dat ook wel even gehad en dat zag jij volgens mij ook wel aan mij, zeg maar, dat ik op een gegeven moment door Nashville liep en dat je dan denkt, dat we het over hebben, dat je denkt, ja, het is toch niet helemaal wat ik ervan verwacht. Maar ja, dan kan je er heel erg in blijven hangen. Ja. Maar je kan ook denken, nou ja, oké, dan gaan we kijken hoe het dan wel is. En het is in ieder geval een ervaring die je opdoet. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in Nashville of nooit zoveel, hoe noem je dat, van die vrijgezellenfeest heb gezien als in Nashville. Daar
overal van die meiden die met elkaar allemaal verkleed over straat gingen. Ja. En als groepje ergens naar binnen. Dat, volgens mij is dat echt elk weekend is dat daar. Ja, misschien is dat wel de plek om dat daar te doen. En dat, ik heb er ook wel, we hebben er wel, dat ook wel een paar gezien. Ja, dan. Ook okay. Zeker meer dan op andere plekken. Ja, ja gek is dat. Hè? Dat, ja. Dat dan toch, ja, het zal misschien een beetje een uitgaansgebied zijn of zo, denk ik. Nou ja, dan komen we misschien weer op een puntje. Daar ben ik heel benieuwd naar of die nou heel erg verschilt. Dat gaat over zoveel mogelijk dingen doen of op je gemakje aan. Nou, Eva die kiest dan voor zoveel mogelijk dingen doen eigenlijk en zien. Ja, maar dat heb ik ook in het dagelijks leven. Okay, ik heb echt geen seconde rust. Nee. Dus. En Theo, ben jij meer van de rust of juist? Of eigenlijk stiekem ook niet? Of ben je inmiddels aangepast? Nee, ik ben niet aangepast. ik ben misschien wel, ik ben er sowieso wel aan gewend. Ja, denk ik. Waaraan gewend? Nou, gewoon iets meer dan ik eigenlijk normaal zou doen. Mm-hmm. Maar moet je trouwens wel oppassen. Niet, ik hoorde je ook de toon waarop gevraagd werd, waaraan gewend? Dus nou, dit wordt even... Okay. Ik hou me even afzijden. Ga verder. Ik hou er in de gaten. Ja. Nee, ik... Nee, kijk, als je daar bent, dan moet je er wel inderdaad zoveel mogelijk uithalen. Dus, En ik denk, nou, ik zei het al, ik plan dus veel. Dus, en ik denk dat er ook best wel veel gepland is. Ik denk dat zeker, dat we dat op deze vakantie ook hebben gedaan. En ik denk sowieso, als je op vakantie gaat, ja, je gaat toch ergens heen waar je niet altijd bent. Nee. Dus ja, je moet je er wel proberen alles... zoveel mogelijk uit te halen. Dat is ook. Dus ja, op vakantie denk ik zeker, ja, ga gewoon lekker veel dingen bekijken, ga het ervaren. Ja. Maar hou dus wel, en dat denk dat we dat wel hebben gehad, in ieder geval ruimte in je programma om gewoon nog even iets spontaans te doen als je dat zou willen. Dat is denk ik wel de beste optie. Hè. Dan kom jij nog met het verhaal, en dat is natuurlijk in Amerika al wel heel bijzonder. Doe maar gewoon, zeg jij, in plaats van over de top. Nou ja, als dat iets in Amerika is wat een stelling zou kunnen zijn, dan is het denk ik wel over de top. Heel vaak van dat soort dingetjes. Heb je je in Amerika dan wel goed kunnen vermaken? Dat zeker. Maar als je dan kijkt naar alle... Nou, we hadden toevallig net even over de wedstrijd bij de Yankees. Ja. Ja, daar kan je natuurlijk enorm uitpakken. Ja, wij hebben elkaar eventjes aangekeken. We hebben in het begin nog even de fout gemaakt om een... Of fout, achteraf niet, daar hebben we ook van genoten. Maar we hebben één biertje genomen daar. Nou, ik heb nog nooit zoveel voor een biertje betaald als daar in het Yankee Stadium. Die hebben we met z'n tweeën gedeeld. Maar ja, je kan daar ook nacho boxen en hot wings en allemaal dat soort dingen halen. Maar ja, dat is al gauw $25. Ja, toen keken we elkaar aan. Toen zeiden we van ja, vinden we dit het nou waard? Nou, nee, eigenlijk niet. Nou, dan genieten wij gewoon van wat we daar toen hebben gezien. Dus ja, je kan het zo gek maken als je zelf wil. En natuurlijk bij het Nickelback concert heb ik ook een shirtje gehaald. En je neemt echt wel wat dingetjes mee. Maar ik denk echt niet dat we... Voor mij hebben we het niet zo heel gek gemaakt, toch? Nee, helemaal niet. We zijn allebei wel van het doe maar gewoon. Dus dat vult elkaar wel aan. En als je dan kijkt naar de activiteiten in Amerika. Kijk, een stad als New York... Ja, dat is hier en daar toch ook wel een beetje. Kijk, Times Square bijvoorbeeld. Ja, als je ergens gek wordt van de lichtjes en de ditjes en de datjes en de drukte misschien ook wel. Dan is dat wel op Times Square. Is dat wel te handelen? Zeg je van nou, dit is misschien ook wel een beetje de grens? Of is dat nou misschien ook wel weer leuk? Ja, als ik voor mezelf spreek, vind ik dat dan wel leuk om te zien, zeg maar. Het is even leuk om te zien. Ja. S'avonds is het wel wat drukker. Dus ik zou zeker aanraden om er ook een keertje overdag heen te gaan. Want dan heb je wel net even iets meer rust. S'avonds is het wel echt tot bloei, zeg maar. Met de billboards. En dan heb je Times Square, wat we al nu allemaal voor ogen hebben als we onze ogen dicht doen. Ja, ik kon er wel van genieten. Het is ook juist het zien en het ervaren, zeg maar. Hè? Je loopt in Gatlinburg, je komt uit die natuur. Je loopt in Gatlinburg en dan zie je ineens iemand met een pistool op zijn heup. Oh ja. Ja, ja dat je denkt, ja... Hè, wat gebeurt hier nou? Aan de ene kant heeft hij over zijn schouder heeft hij zijn dochtertje vast. Ja. En op zijn rechterheupen hangt zijn pistool. Ja, dat je denkt, gekke wereld. Je ziet het. Dat is misschien niet het hele goede voorbeeld van leuk om te zien. Maar er zijn wel andere dingen waar je gewoon over verbaast. Dat je denkt, in Nashville hebben we een auto zien rijden met Trump 2024. Dat je denkt, wij zijn daar in Nederland kijken we daar misschien met iets andere ogen naar. Ja. Maar ja, even gewoon die verbazing en weer door. Ja, inderdaad. Nou, wat ons sowieso wel opviel als je het hebt over drukte, is dat ik denk Amerikanen zelf, in ieder geval het overgrote deel, pas wat later in actie kwam, vaak dan wij zelf. Dus wij waren echt uiterlijk om 10:30 ochtends altijd de deur uit. Ik denk dat we dan wel laat hadden gemaakt, zeg maar. Maar pas rond 1:00 denk ik dat het echt drukker werd op plekken. Dus ook op zo'n Times Square, daar waren wij dag 1, dus om 10:30, iets daarna,
Ja, er was bijna niemand. Of bijna niemand. Hè? Niet bij wat je kunt voorstellen. Ja, relatief gezien bijna niemand. En dat was eigenlijk onze hele reis wel zo. Behalve als je dan naar zo'n park gaat, dan gaat het natuurlijk iedereen vroeg. Maar voor de rest komt iedereen vrij laat tot leven. Dus dat kan helpen. Als je dan de drukte wat wil ontmijden, gewoon heel vroeg gaan. Juist, dat is wel een goede extra tip inderdaad. Van ga zo vroeg mogelijk, dan is het nog te doen qua drukte. Inderdaad. En als temperatuur. Laten we dat niet vergeten. Zeker. Want, nou, dat is absoluut. Zeker in Orlando, Memphis, Nashville begon het al iets warmer te worden. Ja. Maar zeker daar kan het best wel eens warm gaan worden. Dus ik zou zeggen, probeer daar zeker, als je dingen echt wil zien of doen, probeer het misschien een beetje 's ochtends in te plannen. Want voor je het weet, zweet je helemaal kapot. En als je in New York aankomt, moet je al acclimatiseren. Dus je denkt al eigenlijk daar misschien, oh, dit is al best wel warm. Ja, en toen moesten we nog naar Memphis en Orlando. Ja, dat was wel nog even een andere wereld waar je instapt. Ja, absoluut, absoluut. Je gaf hem zelf al aan. Ik ga dat ook heel even aan jou vragen, Eva. Je rijdt door Great Smoky Mountains, in de rust, in de natuur. Je gaat het park door en op een gegeven moment kom je het park uit. En ja, dan beland je zomaar in Gatlinburg. Kun jij voor mensen die er nog nooit geweest zijn is aangeven wat Gatlinburg is en hoe dat op jou is overgekomen? Ja, ik vond een soort kermisstadje. Ik kan niet anders omschrijven. Ja. Wij hadden er overigens wel heel bewust voor gekozen om daar te gaan slapen. Want je kunt natuurlijk ook een soort hutje ergens in de natuur boeken. Of iets wat daarop lijkt. Dat kan allemaal. Of niet in het centrum. Maar wij zaten ook echt in het centrum van Gatlinburg. Dus pal achter de hoofdstraat. Want ook daar is er dus één hoofdstraat. Zeker. Waar als je langs loopt onwijs veel etenstandjes zijn. Maar ook echt alleen maar kermisvoedsel. Dus weet je wel, appels met chocolade eroverheen, ijs en zuurstokken. Ja. Zelfs, want ik wilde gewoon op een gegeven moment een ouderwetse pizzapun, net als in New York, eten. Maar daar moest ik heel lang naar zoeken. Dus zelfs dat had je niet echt. En ook allemaal gekkigheden. Dat een soort reclame was voor, ik weet niet, hè, dat dus langs de weg reclame voor als je daar naar binnen ging, dat je een soort van Luna Park-achtige dingen had. Of het was heel gek. Spookhuizen, Midget Golf, allemaal dat soort kermisdingen. Echt wel, dat is heel, heel apart. Ik noem dat ook wel eens over de top, zeg maar. Omdat het natuurlijk zo, het is. En vooral ook die gewaarwording als je uit de natuur komt. Ja. Hè, vanuit alle rust. En dan kom je daar in Gatlinburg, inderdaad in die Main Street. Of ik heb geen idee hoe die straat nou precies heet, maar. Waar al die attracties zitten, alles, kabelbaan, ik weet niet of jullie die toevallig ook nog gezien of gedaan hebben, maar die is er ook, weet je wel, dan ga je wel even de bergen in en je gaat weer terug. Ja. Ja, allemaal dat soort rare fratsen. Maar ja, ik moet niks zeggen, ik vond het wel grappig, want ik hou wel een klein beetje van over de top. Ik ben ook niet voor niks, vind ik Las Vegas een leuke stad. Nou goed, daar moet je ook van houden. Maar ja, het is wel bijzonder. Zeker bijzonder. Maar ook omdat daar is het nog wel, zit het ook echt op elkaar. Dus het is gewoon een straat waar je goed door kunt wandelen. Maar wij zijn ook een paar keer naar Pigeon Forge gereden. Ja. En dat is nog eigenlijk veel gekker. Maar dat is dus echt, daar heb je de auto nodig, want daar ligt het gewoon van elkaar af. Maar daar heb je gewoon een groot gebouw waar ze de hoofden van Elvis en nog een paar bekende Amerikanen op hebben gebouwd. Of als is het een soort Mount Rushmore, zeg maar. Inderdaad. Een huis op zijn kop. De gekste dingen zaten alles daar. Alles geeft ook licht. Ja. Ja, dus het kon nog gekker dan Gatlinburg. King Kong, aan een gebouw hangt ergens. En niet zeg maar dat je denkt even zo'n klein knuffeltje of zo. Hè? Nee, dat is echt levensgroot meters, zeg maar. Ja, dat zijn ook. En dan heb je ook nog Dollywood, het pretpark. Dat zit daar natuurlijk ook in Pigeon Forge, wat meer naar het noorden, geloof ik. Maar ja, dat is natuurlijk een driehoekje waar je denkt, wow, wat gebeurt hier allemaal? Dat herken ik. Zou je die de volgende keer gewoon met gemak overslaan? Of zeg je van, nou, het is toch stiekem wel grappig om daar nog een keer te verblijven? Ik vond het wel leuk. Ja, voor ons was het natuurlijk eigenlijk ideaal. Natuurlijk omdat het naast de Rocky Mountains, zou ik zeggen. Naast de Smoky Mountains lag. Ja. Dus ja, we waren er ook zo in en uit. En dus dan heb je het echt over een minuut met de auto en je bent al in het park, zeg maar. Dus voor ons was dat echt ideaal. En aan onze kant waar wij zaten, zat dan ook bijna gelijk een center. Dus ja, daar konden we ook bijna gelijk heen. Dus ja, dat was binnen 10 minuten zaten we bij dat center. Dus dat was eigenlijk sowieso ideaal. Ik denk dat het wel, ik denk dat ik het ook wel nog wel zo zou doen. En hebben jullie er ook nog iets ondernomen in Gatlinburg of Pigeon Forge? Zijn jullie ergens in geweest of alleen maar gelopen en gelachen? Nee, we hebben daar wel gelachen. We hebben ook één dag eventjes iets minder weer gehad. Missen echt wel een onweersbui. Net even iets hoger zaten. En toen zagen we de bui aankomen. Ik kon nog net de auto inkomen. Ik was nog even een foto aan het maken van een groep Mexicanen, volgens mij. Ja. Jij was al naar de auto gelopen. Jij zat al binnen.
En ik maakte die foto en toen gisteren zei al bijna het toestel uit mijn handen, zeg maar, omdat zij de bui al voelde. Oh ja. En toen, ik kon net op tijd de auto inkomen, want toen was het daar echt wel... ging het los. Toen ging het los. Want toen kwamen we net van het hoogste punt vandaan, volgens mij. Want we gingen daar dus wel ook iedere dag op pad. Maar vaak ging je dan eerst een stukje met de auto en dan bijvoorbeeld nog een stuk lopen naar een uitkijkpunt of zoiets. Dus dat was die dag ook. Ja, dus daar kwamen we toen vandaan. Dus we zaten nog redelijk hoog. En toen moesten we dus nog, want dat dorpje ligt dan weer juist helemaal beneden. En ik heb niet zoveel gereden in Amerika. Dus Theo mocht toen nog naar beneden rijden door die bui heen. En het kwam echt met bakken uit de lucht. Ja. Ja. Voor de rest hebben jullie het eigenlijk wel redelijk droog gehouden? Ja, eigenlijk de wel. Eigenlijk, ja. Want Orlando hadden we wel verwacht dat het meer zou regenen. Dat was in ieder geval voorspeld. Dat je dan een paar keer per dag zo'n flinke bui had of zo. Maar dat hebben we helemaal niet gehad. Nee, wat dat betreft hebben we wel nog iets van een regenjekje of zo meegenomen. Maar die hadden we eigenlijk achteraf beter thuis kunnen laten. Die we het was één buitje. En dat was het natuurlijk. Nee. Ja. Eva, die jij kiest voor New York. Als je dat vergelijkt met Washington DC. Mm-hmm. Waar heeft dat mee te maken? Dat was uiteindelijk, omdat als ik terugkijk op de reis New York, voor mij dus echt het hoogtepunt was. Maar dat heeft ook te maken met dat je dat op tv ziet, in videoclips, noem maar op. En dan ben je er ineens zelf. Dat vond ik wel echt superleuk. Maar ik vond Washington ook heel gaaf, want wat voor mij weer heel bijzonder was, is dat je in New York zit je dus in de drukte met al die Nederlanders, wat ik al zei. Ja. En dan kom je in Washington en dat is heel uitgestrekt. Veel groen, weinig hoge gebouwen. Dus dat is dan weer een heel groot verschil. En dat was ineens zo van, weet je wel, van alles naar niets voelde het voor mij. Wat dat ook weer heel leuk maakte. En dan heb je ook weer het idee, wat ik net ook over Memphis zei, dat je met z'n tweeën echt op vakantie bent. Ja, dat is dan zeker. Ben je gewoon weer samen en niet tussen al die mensen in. Maar dus het was allebei heel leuk. Maar ik heb dus New York gekozen omdat dat gewoon voor mij het algemene hoogtepunt was van de hele vakantie. Je gaf ook aan, in New York zijn jullie ook naar dat 9-11 museum geweest. Wat was dat? Was dat de moeite waard? Ja, dat was zeker de moeite waard. Want wij hadden wel al een beetje begrepen dat de meeste mensen alleen maar naar dat punt toe gaan. Ja. En daar heb je dan een soort van twee fonteinen op de plekken waar die gebouwen hebben gestaan. Maar we hadden al wel de tip gekregen. Ik weet niet, Theo heeft dus alles voorbereid, dus die had dat weer ergens opgehaald. Ja. Dat we ook wel echt naar dat museum toe moesten. Dus dat hadden we geboekt. Dat was super indrukwekkend. Het is natuurlijk heel bijzonder wat er allemaal is gebeurd. En het is echt van seconde tot seconde eigenlijk helemaal uitgewerkt wat daar is gebeurd. Hoe dat is gebeurd, wat er aan vooraf ging. Ja. Hoe het dan nu nog is. Noem het maar op. Allerlei requisieten, zeg maar, die daarmee te maken hebben. Van een brandweerauto die half gesmolten is tot de fundering van de gebouwen. Noem het maar op. Ja. Klopt. Echt alles super indrukwekkend. Het enige wat wij wel op het einde ook tegen elkaar zeiden, is dit is gewoon één heel groot, gigantisch museum voor één evenement. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, waar dan eigenlijk misschien nog wel een minder uitgebreid museum voor is. Ja. Dat voelde voor ons dan wel weer een beetje dubbel. Maar ik vond het wel echt heel bijzonder om daar te zijn. Ja, ik denk dat wij ons misschien ook niet kunnen realiseren wat een impact het voor een stad heeft. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk zo'n mega happening geweest wat daar. Het is natuurlijk wereldnieuws geweest. En goed, Tweede Wereldoorlog ook natuurlijk. En dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar de stad New York. Ik snap zeker wat je bedoelt, hoor. Dus en wat is jouw leukste attractie geweest, als ik het zo mag noemen, of event of wat dan ook, van New York? Ja, dan moet ik echt even goed nadenken. Oh ja, dat mag. Tijd loopt. Zal ik je wat tijd geven dan? Ja, doe maar. Ja, praat maar vol. Als ik daar naartoe zou gaan, zou ik echt een sightseeing pass aanschaffen. Heeft niet te maken echt met één ding. Maar zoals in elke grote stad kan je ergens een kortingskaart aanvragen. En op een gegeven moment wisten we dat we wel een aantal dingetjes wilden gaan zien. En toen zijn we gaan zoeken van, zou dat dan misschien kunnen combineren met de aanschaf van een pas? In New York heb je ook, het is niet dat je één kortingspas hebt, heb je er ook nog weer een paar van. Ja. Toen zijn we op een gegeven moment gaan kijken, we zijn er 4 dagen. Wat is dan qua geld dan nog echt een beetje de moeite waard? En toen zijn we uitgekomen op de sightseeing pass. En daar hebben we 6 attracties mee gedaan. We zijn het MoMA in geweest. We zijn het Guggenheim in geweest. We zijn Top of the Rock in geweest. Oh ja. We zijn Empire State. Museum zat daar niet bij, 9-11? Nee, die moesten we los boeken. Okay. Ja. Ja. We zijn ook nog in dat museum geweest van Night at the Museum. Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Ja, het National Historic zijn we geweest. Nou ja. Ook echt, als je kinderen hebt, dan moet je echt daarheen. Zonder kinderen trouwens ook. Maar met kinderen echt. Absoluut. Het lijkt me echt heel mooi, omdat je kan het ook bijna niet uit. Eigenlijk moet je de film zien, Night at the Museum, om
te begrijpen hoe dat is, zeg maar. Je hebt eigenlijk een soort, ja, je komt gewoon een grote ruimte in. En daar hebben ze kleine hokjes in gemaakt. En ja, in dat hokje staan bijvoorbeeld, laten we zeggen, een olifant. Maar daar hebben ze ook de omgeving van de olifant in nagebootst. Dus waar die dan loopt. Oh, okay. Een ijsbeer. Hebben ze ook de omgeving van de ijsbeer. Dus echt een ijsberg met wat water. En misschien wel iets waar die op aan het jagen is. Gedeeltelijk met echte voorwerpen. Dus bijvoorbeeld met planten en met dingen. Maar ook met schilderingen erin. Juist. Ja, het is echt, echt heel mooi. Ik zou het niet met iets anders kunnen vergelijken. En we hebben nog iets gedaan. Maar ik weet even niet meer wat. Maar in ieder geval, we hebben 6 attracties gedaan. En dat is dus echt wel, denk ik, de moeite waard. De moeite waard. Want je haalt het er echt uit. Op een gegeven moment heb ik ook, zo'n planner als ik ben, echt even al die dingen naast elkaar gezet. Haal je het er ook echt uit. Ken het. Qua prijzen. En je haalt het er ook echt uit. En het scheelde ons ook echt wel wat wachtrijen. Want bij het MoMA bijvoorbeeld, je hebt echt een aparte balie waar je dan even meldt. Bijvoorbeeld bij Empire State moet je echt nog wel van tevoren ook even een reservering maken. In dat blok willen komen. Oh ja. Maar dan meld je bij een balie. Oké, prima, je laat je pas zien en je kan gelijk door. Terwijl als je daar gewoon zou komen en je moet nog een ticket halen, dan sta je misschien wel nog een half uur in de rij. Juist, en dat kun je overslaan. Precies, dus daar hebben we ook wel echt wel tijd mee gewonnen. Zeker. Maar om er nou echt één ding uit te halen. Voor mij ook, weet trouwens wat er nog bij zat, de Edge. En de Edge vond ik dan wel weer mooi. Omdat, voor mij heb het hier vaker is het wel eens besproken. Maar als je natuurlijk New York in je hoofd hebt, dan wil je eigenlijk juist de Empire State zien. Ja. Nou, vanaf de Edge kan je die perfect zien. En juist, de Edge is ongeveer voor mij de nieuwste wolkenkrabber. Ja, of de en ook uitkijkpunt. De hoogste in ieder geval waar je als uitkijkpunt op juist kunt. Ja. En binnen waren er nogal wat leuke dingetjes. Iets met bloemen met als achtergrond. En, was ik denk de Edge. Ja. In combinatie dan met de Highline. Ja, want die wilde ik dus nu gaan zeggen. Langs. Ja, oké. Omdat dat... wist hij al, hè? ik denk dat hij dat wist. Ja. Maar omdat dat dus ook niet iets is waar wat je standaard gelijk leest van, je gaat naar New York, dan moet je dit en dit doen. Nee. Hij stond volgens mij wel in ons boekje, hoor. Maar het is niet iets wat het meest voor de hand ligt. En daarom, wat we net ook al zeiden, een soort verrassing. En daarom heel leuk. Dus als je nog iets wilt toevoegen aan je tripjes, Highline, dan de Highline. Ja. Oké, en de Edge. En de hebben Edge, we al twee, letterlijk en verhuurlijk, twee toppers. Ja. Zit allebei natuurlijk net iets boven het straatniveau. De Edge iets hoger dan de Highline. Ietsje. Hebben jullie hoogtevrees of helemaal niet? Nee. Nee. Zou de Edge ook, is dat wel te doen met hoogtevrees, denk je? Nou, ligt eraan waar je gaat staan. Want je hebt zo'n stukje waar je dan alleen maar glas hebt, inderdaad. En dat je dan zo naar beneden kijkt. Als je hoogtevrees hebt, zou ik daar niet... Die is een beetje tricky. Die is dan een beetje tricky, Maar voor de rest, kijk, als je gewoon ver vooruit kijkt en je ziet gewoon de toppen van de gebouwen. Ja, zolang je niet gewoon direct naar beneden kijkt, denk ik dat het allemaal wel goed te doen is. Nee, maar het is sowieso niet zo dat je met je hoofd over de reling heen kunt hangen om naar beneden te kijken. Het zijn dan van die hele hoge glazen wanden over het algemeen. Juist. Dus je kunt ook niet, zeg maar, zo de afgrond in kijken. Nee, dat zou een beetje te zijn misschien. Ja. En je denkt misschien, boven is het nogal wat koeler, omdat het voor mij is het 101e etage waar je naartoe gaat, geloof ik. Maar omdat het daar best wel veel glas is, eigenlijk alles om je heen zijn glazen wanden. En bij kaal op een zonnige dag heb je best wel ook wel wat warmte van wat terugkomt uit dat glas. Dus vond het niet ook heel, heel fris of zo. Okay. Nee, want ik heb ook niet op dat glas gestaan omdat ik het gewoon veel te heet vond. Ah, ja. Dus ik heb geen hoogtevrees ook daarop, maar vanwege de warmte. Ik kan niet zo goed tegen warmte, dus ik moest wel eruit. Ja. Oké. Als we het hebben, wat ben jij van Theo, van de voorbereiding? Hoe heb je je voorbereid, zeg maar? Waar heb je allemaal naar gekeken? Wat heb je opgezocht? Hoe heb je dat gedaan? Internet is je grootste vriend. Zeker. Dus daar begint de hele speurtocht. Ja, op een gegeven moment weet je dat je naar New York wil. Dus dan ga je kijken wat er staat allemaal te zien. Natuurlijk heb je uit alle plaatjes en hoor je van verhalen van anderen natuurlijk. Van reizen hoor je natuurlijk wat. Jouw filmpjes hebben daar ook best wel bij geholpen. De heren van Orlando hebben daar in dat stukje weer mee geholpen. Dus allemaal dat soort ervaringen die je dan hoort. En ook weer van mensen hier in de podcast die je dan weer meeneemt. Van oké, daar moet ik erop letten. Via een kennis die we hadden, die woont in Miami. Via mijn vader heb ik daar contact mee gekregen. En die heeft ons echt wel wat tips meegegeven. Bijvoorbeeld het meenemen van een waterfles. En dan het liefst eentje die gekoeld is. Want dan heb je echt de hele dag gewoon je eigen koele water bij je. Nou, dat was wel echt een van de meest waardevolle dingen, denk ik, die we hebben meegenomen. Ja. En zo zijn nogal wat tips meegegeven. Ja, ook de airline waarmee we vlogen met de binnenlandse vlucht van Memphis naar Orlando. Ja. Daar is ze ons ook mee geholpen. Want als je in Nederland gaat zoeken, dan kom je alleen maar bij de United en dat soort dingen terecht. En dat was, ik denk, ook wel bijna €500 geweest, zonder grap.
stappen om alleen zo'n binnenlands vluchtje te doen. Toen dachten we, ja, dat moet beter kunnen. Ja. En toen heeft zij ons ook nog getipt op een andere airline inderdaad. Ik noem het een beetje een soort Ryanair. Ja, precies. Ja, maar die kon dan niet, was daar een speciale site voor om die te boeken? Nou, daar moesten we echt de site van de airline zelf naartoe. Want die komt dus niet naar voren als je op, weet ik veel, cheap tickets of zo loopt te kijken vanuit Nederland. Nee. Inderdaad. Southwest was dat. Southwest, ja. Ah, oké. Ja. Dus dat was een betere om die voor binnenlandse vluchten te nemen, zeg maar. Nou, oké. Ja. Ja, verder ben ik op een gegeven moment ook wel echt een filmpje opgezocht. Bijvoorbeeld toen we in New York wisten dat we daarheen gingen. Ben ik echt wel even gaan zoeken op YouTube. En heb je bijvoorbeeld van die vloggers die echt wel bijvoorbeeld eetentjes dan nagaan. Dus allebei ook wel even nagedacht. Oké, je gaat er nu heen. Wat wil je daar nou eten? Nou, je wil, een bagel is het enige wat niet gelukt is. Dus gelukt. Oh. Ik ben er heel vaak langs gelopen. En jij zei ook nog wel eens van, nou, moet je niet hier een bagel halen? Nou, uiteindelijk ben ik er zo vaak langs gelopen dat dat niet gelukt is. Maar bijvoorbeeld een donut, een hotdog bij een steentje die ik ergens had gezien in een filmpje. Dus ja, dat is wel leuk, zoek YouTube op en wees creatief met je zoektermen. Juist. En dan kom je uiteindelijk zelf op wat dingen. Maar ik kan hier heel veel aan gaan dragen. Maar ik zou zeggen, ga lekker zelf op onderzoek uit. Ja. En, er zijn eigenlijk zoveel lokale vloggers, hè, op YouTube. Weet je, als je, weet ik veel, New York opzoekt, dan krijg je natuurlijk al 100.000 voorstellen. Ja. Ja, zeker. Ja, we hadden nog wel een extra uitdaging, want ik eet geen vlees en vis. Dus we hadden wel... we moesten daar wel een beetje op letten. We konden niet zomaar overal naar binnen lopen, in ieder geval. Oh, dat is wel een goeie. Want hoe heb je dat gedaan? Kun je in Amerika, want dat is natuurlijk het land van vlees, en vis ook. Ja. Hoe heb je daar... je zit er nog steeds, dus je hebt het wel overleefd. Ik heb het overleefd. En ook ik heb ook genoeg gegeten gedurende die weken. Ah, kijk. Gelukkig. Het was wel een beetje zoeken. Eerlijk is eerlijk. Okay. Misschien juist zeker in een stad als New York. Ja. Je hebt daar ook echt wel speciale vega-tentjes of zo, maar die moet je dus weten, omdat je bent voorbereid. En daar loop je niet zomaar tegenaan. Want op een gegeven moment waren wij gewoon bij een Wendy's, geloof ik, en daar hadden ze gewoon niks vegetarisch. Nee, ik vroeg, ik zeg, jullie hebben vast ook wel een vega-burger of zo. Nee, salade. Ik zei, hoef ik hier niet. Nee. En een Subway of zo kun je natuurlijk prima een broodje halen, maar als je echt even wat anders wil, moesten we wel echt zoeken. Oké, en hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat opgelost? Nou, New York was vaak, dat hadden wij sowieso een beetje een ander eetritme. Omdat we dan bijvoorbeeld tussen de middag hadden we een grote sandwich of weet ik veel wat. En dan zaten we nog best wel vol en dan deden we s'avonds alleen nog zo'n pizzapunt van $1. Nou, dat komt wel goed. Dat heb je daar genoeg. En in andere steden was het soms een beetje zoeken en soms ook wel weer wat makkelijker. Ik vond Washington eigenlijk het makkelijkste voor het eten. Ja, echt waar. Ja, maar dat had ook te maken met waar ons hotel stond. Want ons hotel stond in de universiteitswijk. Dus denk ik sowieso een wijk waar wat meer jongere mensen wonen. Misschien wat hipper ook of zo. Wat hipper, inderdaad. Daar had je ook zo'n biologische supermarkt in de buurt waar we dan vaak naartoe gingen. Ah, ja. Dus daar kon ik heel gemakkelijk eten, want daar kon ik dan wel weer overal terecht. Je hebt geen appjes of zo gebruikt speciaal voor? Nee, had gekund natuurlijk. Okay. Maar ja, wat ik net ook zei, bij mij is het een beetje go with flow. Ik kom al wat tegen. Dus ook voor dit. Nou, wel goed om nog even erbij te zeggen, denk ik. In Washington D.C. hadden we ook wel een grotere hotelkamer waar ook wel een keuken bij zat. Ja. Dus daar hebben we op een gegeven moment ook wel dingen, eigen koelkastje neergezet. Hadden we ook wel in New York, hoor. Maar daar hadden we echt wel even iets meer ruimte. En toen had jij vlakbij het hotel zat een supermarktketen. Ja, de Whole Foods Market. Ja, en dat was echt, nou, voor mensen die van wat fresher eten houden en ook wel veel vega hadden ze daar. Ja, daar had je ook zelfs een saladebar en zo als je had gewild. Ja. Daar hebben we dan niet dat eten genomen, want in Washington kon ik dus ook prima gewoon uit eten. Maar dat had daar allemaal gekund. Oh, dus echt wel aanraden om, mocht je inderdaad vegetarisch zijn of gewoon even wat anders willen dan de hamburger of gewoon iets vers. Die supermarkt is er nog ergens anders teruggekomen, maar het is wel iets wat... Ja, in Nashville zijn we er nog naartoe geweest. Moesten we wel echt voor omlopen, maar we gingen er ook wel een beetje naar op zoek natuurlijk. Ja, precies. Is er ook een keten, Amerika is dol op ketens natuurlijk, mm-hmm. waar je zegt van nou, daar zijn we, als we al uit eten zijn geweest, dan heb je daar wel keuze voor allebei de partijen, om het zo maar te zeggen. Want ik begreep van jou, Theo, jij bent niet vegetarisch, dus jij eet wel gewoon vlees. Is daar een combinatie van te maken? Zijn daar tentjes voor? Nou, ik denk dat de Taco Bell onze grootste vriend is geweest. Sowieso vinden we allebei Mexicaans eten wel lekker. Dus dat heeft ons zeker onderweg ook wel... zijn we daar meerdere keren gestopt, ook met de auto. Ik denk dat de Taco Bell van de grote keten, zeg maar, daar wel de grote winnaar is. Bijvoorbeeld, wat ik eigenlijk had gedacht... Ik heb dat dus vooraf niet uitgezocht, maar... Ik had wel verwacht dat een McDonald's, net zoals we dat hier hebben, echt nog wel een vega-burger heeft. Hè? Nou, hier kennen we bij de Mac alles wel wat ze normaal hebben. Hebben ze inmiddels ook wel in een vega-variant. Nou, helemaal niks. Nee joh. Nee. Zo, dat verbaast me eigenlijk ook wel. Ik heb er nooit zo naar gekeken natuurlijk, maar...
Nee, en misschien als je vis eet nog wel meer hoor. Maar ik eet dus ook geen vis. Dus precies. Ik heb daar ook niet naar gekeken. Oké. Uiteindelijk is het dan wel met behulp van de supermarkt ook. Ja. Dat is natuurlijk wel een hele mooie daarvoor. Ja. Daar kun je natuurlijk halen wat je toch wel wilt en voor ogen hebt. Ja, en de lol is eigenlijk net zo groot als je gewoon met z'n tweeën dan s'avonds in het, gewoon in je eigen kamer gewoon nog even een soort worstenbroodje kan maken met z'n tweeën. Ja, daar ook heel erg van genoten. We hebben gewoon even wat broodjes gehaald, wat vegaworstjes. En toen hadden we s'avonds, waren we ineens nog gewoon nog even wat... Ja, dat is ook kijk, wij hoeven niet per se uit eten. Als mensen dat wel heel graag willen, dan kan dat natuurlijk. Dat wij zijn heel vaak ook niet uit eten geweest. Of in Nashville had je ook een hele grote, ook een soort markthal-achtig iets zitten. Kijk, dan gingen wij daar ook s'avonds eten, want dan kon ik ook prima eten. Dus ja. Inderdaad. Maar we hebben op onze hele trip eigenlijk niet echt uitgebreid bij een restaurant gezeten. En dat heeft ons aan de ene kant wel heel veel geld bespaard. Ja. Zeker. Die je dan weer kan besteden aan andere dingen. Of gewoon in je zak houdt en voor een andere reis gewoon weer kan besteden. Maar ja, wij hebben er ook wel bewust, misschien op een gegeven moment misschien ook wel bewust gewoon voor gekozen van we hebben geen zin om als we ergens eten gaan, $90, $100 te betalen, zeg maar. Of misschien nog wel meer. Ja, jij zegt nu bewust, maar terwijl jij hierover begon, dacht ik, volgens mij hebben we er niet per se heel bewust voor gekozen om niet uit eten te gaan. Het was ook vaak dat het gewoon zo uitkwam. Wat ik al zei, dan hadden we in de lunch wat groter. Ze dachten we, eigenlijk hoeven niet meer zoveel. Of we hebben nog wat liggen op de hotelkamer en dat was dan prima. En dat is natuurlijk ook oké als je gewoon met z'n tweeën bent. Tuurlijk. Ja. Dus we zijn volgens mij ook echt maar één keer echt uit eten geweest, echt in een restaurant. En dat was met een collega van mij, die toevallig ook op vakantie was in Amerika. Gewoon nog daar ontmoet. Ja, die hebben we daar nog ontmoet, inderdaad. Oh, lachen. Ja, dat zijn wel leuke dingen dan. Mm. Absoluut. Voor de rest, de vlucht en dergelijke is allemaal goed verlopen. Ja, want het was dus allemaal wel goed geregeld. Ik had dan ter plekke soms nog wel een beetje stress over dat ik dacht van we weten inderdaad dat ze bijvoorbeeld in Memphis moeten gaan vliegen. Maar hoe moet je daar dan komen en zo? Maar dat komt dus allemaal heel makkelijk goed. Waar wij ook nog wel veel gebruik van hebben gemaakt in de steden waar we geen auto meer hadden. Dus dat was Memphis op het moment nadat we de auto hadden ingeleverd. En Orlando helemaal waren Ubers. Oh ja. Ja. Dus daarvoor hadden we wel, want Theo had zo'n mobiele simkaartje gehaald voor internet. Ja. Want dat heb je dan wel echt nodig. Want je kunt niet op je 4G uit Nederland. Het kan internet wel, maar het is niet handig. Nee, ik zou het niet doen. Nee. Maar daar hebben we nog wel heel veel gebruik van gemaakt. En dat is wel heel handig, want dat heeft ons echt wel een bepaalde flexibiliteit gegeven ook nog. Want wij wilden bijvoorbeeld toen naar het huis van Elvis, waren we van plan met de bus terug te gaan. Want we dachten, als we kijken op Google Maps, dan zien we dat de bus zo zou moeten komen. Maar die bus kwam gewoon nooit. Oh. Dus de tip is wel om iets van internet te nemen dat je ook nog Uber kunt gebruiken. Als we het nog eens hebben over jullie reis. Jullie hebben wel een aantal staten aangedaan. Ik ga voor aan allebei even aan jullie vragen. Wat vond je nou de leukste staat die erbij zat? Ik vraag het eerst even aan Theo. Dan kan even nadenken. Ja, de leukste staat. Ik weet het nu al wel, dus ik kan nu ook wel... Nou, draaien we de rol om, dat vind ik wel leuk. Ja. Ik vond Tennessee het leukst. Tennessee. Ja, omdat dat echt Amerikaans was voor mijn gevoel. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Waar je dan toch wel een beetje naar zoekt of zo, hè? Van New York, Washington, dat kennen we allemaal van de beelden. Maar dan Tennessee was wel echt, ja. Tennessee heeft ook best wel veel, hè. Eigenlijk Great Smoky Mountains ligt er ook voor een deel in. Die rare steden als Gatlinburg en Pigeon Forge. Je hebt natuurlijk Memphis, Nashville liggen in Tennessee. Ja, dus we zijn er ook wel echt veel geweest. Dat besef ik me ook wel. Maar het was wel echt Amerikaans voor mijn gevoel in ieder geval. Ja, dat snap ik wel. Ja, ik denk uiteindelijk dat ik me daar wel bij aansluit. Ja, precies. Ik zal nog een beetje te twijfelen over New York. Maar dan heb je eigenlijk nog maar een ietsie-pietsie van de staat New York gezien. Ja. Hè? Want je hebt New York City gehad. En New York is natuurlijk mega groot. Alleen ik denk dat het wel heel erg bekend is vanwege Manhattan en dat soort zaken. Ja. Nou, want eigenlijk zijn we Manhattan, we zijn wel even met de ferry eraf geweest, maar Manhattan zelf zijn we... Ja, en alleen voor de Yankees ook, want de Yankees zitten natuurlijk ook niet in Manhattan. Ja, klopt. Nee. Heb je nog een highlight waarvan je zegt van, dit was echt misschien wel het mooiste deel van de vakantie? Ja, Theo heeft altijd één antwoord. Nou, dan ben ik benieuwd. Nou, dat zit aan de overkant van de tafel. Dat is natuurlijk het mooiste van de hele vakantie. Ja, kijk, voor ons is het natuurlijk, wij waren 6 maanden samen en toen zijn we deze trip gaan maken. Ja. Ja, en we hebben allebei onze eigen woning. Dus dan we hadden op dat moment voor mij ook nog niet proefsamen gewoond.
Of niet wel, dus dat... Nee, wij zien elkaar wel iedere dag, hoor. Dus we kennen elkaar vrij goed. Maar echt in het hele dagelijkse leven hebben we niet één huishouden of zo. Dus je moet wel... Ik was wel benieuwd naar hoe dat dan 3,5 week gaat. Ja. Maar echt, echt geen onvertogen woord. Nee. En hoe lang is de vakantie nu geleden? Dat is dan, even kijken... Ja, dat was vorige zomer, dus bijna een jaar. Ik ga er vanuit als ik hier wegga dat het nog steeds in één huis woont. Maar volgens mij, ik heb geen rare dingen gezien. Het klopt allemaal nog steeds. Ja. Nee, tot nu toe hebben we het nog hartstikke leuk. En het gaat allemaal heel natuurlijk. En daar zijn we ook allemaal hartstikke blij mee. Ja. Maar op zo'n vakantie wordt het natuurlijk, heb je wel eens de kans dat het op de proef gesteld gaat worden. Zeker. Eigenlijk heeft Amerika daaraan bijgedragen dat jullie nog samen zijn. Dat is, of stel ik het nou wel heel hard. Ja, weet ik niet. We hebben elkaar in ieder geval nog beter leren kennen. Ja, nou ja, dat is wel. Ja, dat is natuurlijk met een vakantie. Het kan natuurlijk hartstikke goed gaan. Want je zit natuurlijk in een hele andere sfeer. En het is leuk. Ja. Ja, het kan natuurlijk ook gigantisch fout gaan. Want daar ga je elkaar wel echt leren kennen. En voor zover dat natuurlijk nog niet zo was. Ga je elkaars onhebbelijkheden ook wel zien. Dat is helemaal waar. Tegelijkertijd hebben wij ook wel andere dingen waarvan veel mensen hebben gezegd, gaat dat dan goed of zo? Want we hadden het al over dat ik veel op vakantie ga. Ik ben ook sinds wij elkaar kennen nog 3 keer zonder jou op vakantie geweest, wel met andere groepen. Ja, waarvan heel veel mensen dan zeiden, is dat normaal, weet je wel? Doe je dat? Vindt Theo dat oké? Okay? Gaat het dan allemaal goed? Ja, dus wat dat betreft, ik weet niet, maakte ik me dan ook geen zorgen om de Amerika-vakantie. Omdat we overal wel prima doorheen komen, zeg maar. Denk jij alles te weten? Ben jij een echte Amerika-kenner? Test dan nu je kennis. Dit is de Weet Jij Alles Over Amerika Quiz. Ja, en dan zijn jullie stiekem wel een klein beetje in het voordeel. Want ik heb besloten dat jullie de vragen met z'n tweeën mogen doen. Want anders wordt het wel heel erg lang. Dus ik heb nog steeds 5 vragen. Ik ga al die 5 vragen stellen en ik ga jullie vragen. Ja, overleg maar. En als je het niet weet, heb ik natuurlijk altijd de meerkeuze antwoorden waar jullie gebruik van kunnen maken. Ik ben benieuwd, is gelijk even een relatietest, hoe dit gaat. En het gaat nog steeds goed. Dus ik heb er alle hoop op dat dit ook goed gaat komen. Ik ga gewoon beginnen met vraag 1. Is goed. In welke deelgemeente van New York City vinden we de New York Yankees? Ik ben wel heel benieuwd. Deze moeten jullie toch wel weten, denk ik. Jullie zijn er geweest. Is de Bronx? Ik dacht het wel, ja. Maar ik ben toch ook benieuwd naar de meerkeuze antwoorden. Of is het een open vraag? Nee, wat jullie willen. Ik kan de meerkeuze... Doe maar meerkeuze, want dan weten we het zeker. Ja, dan kunnen we wegstrepen. Ja, dat is zeker waar. Nou, daar komen we. Is het A, de Bronx? Is het B, Queens? Is het C, Brooklyn? Of is het D, Harlem? A. Ja, laten we dan gewoon bij ons antwoord blijven en dan houden we het op A. Op A? Jazeker, jullie zeiden hem al eigenlijk gelijk. Het is de Bronx, inderdaad. Nou. Ja, New York Yankees, de baseball. Hebben jullie bewust gekozen voor een baseballwedstrijd in New York? Ja, gewoon voor de ervaring. Gewoon inderdaad. En dat was ook leuk, denk ik. Ja, was heel leuk. Het was eigenlijk meer ervaring dan spel. Het is een één grote show. Ja, hè? Zien en gezien worden en na elke slag is er wel weer iets te beleven. Of weer een kisscam of weer een cam. Iemand die niet aan het opletten is, hoe snel heeft hij door dat hij in beeld dat is. Dat was het leukste, hè? Ja, dan gingen ze af, want dan hielden ze iemand in beeld. En dan kwam er zo'n klok, ging dan tellen hoe lang het duurde voordat diegene door had dat hij op het scherm was. En vaak was dat binnen een seconde of 5, maar er was gewoon iemand meer dan een minuut. Die had geen idee en dat iedereen lachen was. En doen. Ja, was heel leuk, ja. Ja, ze zijn ook wel meester in het bedenken van dat soort eventjes in het event. We gaan naar vraag 2, want voorlopig zitten we op 100%, hè? Dus het gaat goed. Ik zou zeggen stoppen. Ja, eigenlijk moet je op je hoogtepunt stoppen, hè? Maar dat ga ik niet toestaan. Ja, okay. Want er komen nog 4 vragen. Vraag 2. Hoe ziet de staatsvlag van Tennessee eruit? En ook hiervoor heb ik natuurlijk meer keuzeantwoorden. Maar ik ben benieuwd, weet je hem misschien zo? Nee, ik niet. Nee, ik ga mijn ogen dicht doen en met elk antwoord dat jij gaat zeggen, nu probeer ik hem voor te stellen. Misschien dat we hem ergens wel gezien hebben. Ik neem aan dat we hem wel ergens gezien hebben. Het kan bijna niet anders. Ja. Nou, ik ga gewoon, ik begin eens bij A. Is de vlag wit met een rood kruis en het wapen van de staat in het midden? Is het B, een blauwe vlag, wit en rood, met een witte ster aan de linkerzijde van de vlag?
Is het C, wit met een rode bies onderaan en een beer in het midden? Of is het D, rood met een blauwe cirkel in het midden met drie witte sterren daarin? Ik denk dat het B is, maar het is echt ik heb meer geen op idee. Gevoel. Ik zou als ik hem C voor me zeggen zie. Op gevoel. Oh jee. Ik hoor B en ik hoor C. Maar misschien is het dan A of D. We gaan gewoon voor C. Oh, nou is de 100% weg. Ja. Oh, joi. Maar het was ook geen B. Nou, dat scheelt dan weer. Dat is dan weer, ja. Het is antwoord D. Het is rood met blauw, of althans rood met een blauwe cirkel in het midden met de drie witte sterren. En antwoord A, dat was wit met een rood kruis en het wapen van de staat. Enig idee welke vlag dat zou zijn? Nee. Ik weet ze geen van allen eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, dat was Florida. Dan hebben we B, dat was blauw, wit en rood. Met een witte ster aan de linkerzijde is Texas. C, dat is wit met een rode bies onderaan en een beer in het midden. Ja, dat is eigenlijk de vlag van Californië. Okay. Dus dat is vaak wel een wat bekendere vlag, hoor. Dus misschien dat je vast wel eens een keer hebt gezien ergens of voorbij hebt zien komen. Maar nee, antwoord D voor Tennessee. Nou, hey, we hebben nog kans, hè, want we gaan nu naar nummertje 3. Ik heb goede hoop. Langs welke grote rivier ligt Memphis, Tennessee? En dan ben ik benieuwd of jullie hem zo weten of dat je meer keuzeantwoorden nodig hebt. Ik heb antwoorden nodig. ja, laten we dat doen. Maar, ja, wie weet valt hij wel gewoon, hoor. Memphis, Tennessee, is dat A, de Colorado River? Is dat B, de Hudson River? Is dat C, de Mississippi River? Of D, Columbia River? M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Ja. Ja, dat is heel snel voor Mississippi, ja, denk ik. Ja. Kijk, dat ging wel heel vlot. Ja. Alsof je uit Amerika komt. Ja, soms moet je het even horen. Hè? Dan, ja. Dat is het. Antwoord C? C. Ah, daar is die, hoor. Ja, we zijn weer back on track. Ja. Het gaat de goede kant op. Ja, de Mississippi River. En ik kan nog één keer spellen, want dat ging wel heel leuk. Ja, dit was een dingetje op de basisschool, sorry. Ja. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, ja. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, zo doen die Amerikanen, zo leren ze het ook. Ja. Toevallig in de podcast met Andrea en Karin. Al heel ver terug, maar die deed dat trucje ook inderdaad. Dus het was bekend. Antwoord C, de Mississippi River. Klaar voor vraag 4? Ja. Zeker. Gaan we gewoon gelijk verder. Op welke datum valt of viel dit jaar, 2024 dus, Labor Day in Amerika? Labor Day. Wat is Labor Day eigenlijk? Dag van de arbeid. Oh, kijk. Ja. Maar dat valt volgens mij. Ja, het is natuurlijk niet hetzelfde als hier. Hier hebben wij hem niet, maar wij waren toevallig vorige week in België, waar ze dat wel hebben. Uh-huh. En toen was het ook. Maar ik weet niet of dat hetzelfde is, maar als die tussen de antwoorden zit, ga ik die wel geven. We zijn benieuwd. Ik heb weer 4 antwoorden, hoor. Is het A, maandag 2 september? Is het B, woensdag 1 mei? Is het C, donderdag 4 juli? Of is het D, maandag 19 februari? Ja, als we doen wat we net zeiden, is het B. Want dat was vorige week. Ja, we moeten het ergens aan vasthangen, dus laten we dat dan maar doen. Dat is de enige referentie die we hebben. Ja, dus dan wordt het woensdag 1 mei. Ja, daar is die al. Ja. Jullie zeiden het, want inderdaad, 1 mei, dat is wat wij hier in Europa eigenlijk kennen, de dag van de arbeid. En ik hoorde iemand zeggen, van, zei jij Theo, van dat die op een andere dag zou vallen in Amerika dan dat wij gewend zijn. En dat is ook zo. Het is antwoord A, maandag 2 september. Labor Day is in Amerika altijd op de eerste maandag van september. En inderdaad, 1 mei, dat is zoals wij hem kennen. 4 juli is Independence Day, the 4th of July. Ja. En 19 februari, dat is President's Day in Amerika. Nou, dan zitten we een beetje op 50% nu, hè? Ja, we moeten nog wel positief eindigen. Dus deze moeten we hebben. We moeten eruit gaan met een knal. En dat gaat dan vraag 5 worden. En vraag 5, dat is natuurlijk een geluidsfragment, zoals jullie gewend zijn. Ik kijk jullie eens aan. Ja, die gaan jullie wel weten. Ik voer de druk op. Mag. Vraag 5. Je gaat een geluidsfragment horen over een iconische plek. En waar hebben deze mensen het over?
Hier komt het geluidsfragment. The birthplace of rock and roll. Legends such as Elvis, B.B. King, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. All have recorded here. If you know, this is an iconic place. It doesn't get much more iconic than this. Ja, deze weten we zonder keuzes. Ik heb ook nog een shirt van die ik heel vaak aan heb. Ja, de Sun Studios is dit. Ja, dus, het gaat over de Sun Studios waar ze dit hebben opgenomen allemaal. En dat is in Memphis natuurlijk. Ja. Ik ga eens even kijken weer naar de jury, hè. Ja, je hield al een kaartje omhoog, Theo, met het toegangsbewijs van de Sun Studios. Want daar zijn jullie dus ook geweest. Ja, ja. Bloed heette dat ook. Zo. Dat was echt bizar, want volgens mij moesten we 2 kilometer lopen of zo dan naartoe. Ja, joh. Heel weinig, maar we hebben echt met 5 tussenstops, Shirt compleet nat. Oh ja. Ja, het is echt, maar wel enorm leuk om daar geweest te zijn. Ja. En ik weet dat we volgens mij nog een half uurtje moesten wachten voor we daar echt naar binnen mochten. En toen zijn we echt daar een... Recht tegenover naar de Domino's geweest, want daar was airco. Ja, we konden het niet. En het was daar zo erg binnen. Was het. Ja. Het is eigenlijk zijn de Sun Studios vrij klein. Ja. Ja. En zeker de wachtruimte is vrij klein. Dus als er al wat mensen staan, dan kan je daar niet even rustig zitten. Toen dachten we, we gaan het niet uithouden om hier nu buiten te gaan staan. Dus toen zijn we inderdaad de Domino's ingedoken. Ja, om even gewoon wat te drinken. Fantastisch. En de airco te hebben. En uiteraard ook in de Sun Studios heb je souvenirwinkeltje. Ja, als je daar kom je gelijk binnen. Ja. Ja. Waren jullie heel toevallig, ik had bij de meerkeuze antwoorden ook de RCA Studio, want die zit in Nashville. Zijn jullie daar ook geweest toevallig of dat niet? Nee. Oké. Nou ja, het is, weet je wat, ik vond altijd wel heel bijzonder dat je gewoon, en dat is in Graceland natuurlijk ook, dat je gewoon ervaart dat je over de voetstappen loopt van zoveel grootheden. En natuurlijk is dat heel kinderachtig om dat te denken, maar het is wel zo, weet je. Daar zijn die mensen gewoon ook daadwerkelijk geweest op die plek. Hè? Dat is toch, ik weet niet, zo'n kippenvel momentje of zo. Ja, je ziet zo'n foto aan de muur, zeg maar, dat dan Elvis, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en ik vergeet iemand. Ja, ik weet ook iemand exact met die foto. Welke foto je bedoelt, ja. En dan kijk je eventjes om je heen en denk je, dat is de plek waar ik nu sta. Dit is die ruimte geweest. Ja, dat is toch heel bizar. Wel, heel... heel apart. Ja, en wat ook zo leuk is dat het is natuurlijk best wel klein daar. Waar wel dus zulke grootheden hebben gestaan en de muziek hebben opgenomen. Dat klopt. En dan denk je, het is hier eigenlijk niks. Het is gewoon op een hoek van de straat. Ja. Ja. Toevallig ligt daar dan de geschiedenis. Ja, omdat die mannen daar binnen gelopen zijn en de ding hebben gedaan. Ja, dat klopt. Ja. Geluidsfragmentje kwam trouwens van het YouTube-kanaal van Adventures of Matt and Ned. Dus nou ja, dat is onder andere zo'n YouTube-kanaaltje. Hè. Als je het hebt over voorbereiden, nou, dan kun je daar altijd weer wat inspiratie op doen. Ja. Nou, het is meer dan de helft goed. Dus ik denk dat jullie... Dat we het slecht gedaan hebben. Nee, toch? Nee. Ik denk dat je best trots mag zijn. En dat voor de eerste keer Amerika. Nou, dan... Ik denk dat het vervolgd mag worden. Zeker weten. Hey, tot slot, want we gaan naar het einde van de aflevering toewerken. Hebben jullie nog een nabrander? Zijn er nog dingen die we vergeten zijn te behandelen? Die je nog verteld wil hebben? Of een uitsmijter tip-achtig iets? Mm. Nou, jij noemde net heel kort al eventjes die simkaart die ik had gekocht. En dat zou ik ook wel zeker als tip meegeven. We zijn met z'n tweeën geweest. Dus ik had eigenlijk al vrij snel besloten dat ik dacht van het is sowieso handig als iemand dat heeft. Dus ik had hem al vrij snel gekocht bij Holofly. Oh ja. Ook het installeren ging vrij soepel. Ja. Je hebt er volgens mij laatst een filmpje over gemaakt. Dus ik zou dat echt aan iedereen aanraden. Ik weet niet hoe de andere aanbieder is, maar ik kwam op deze en gewoon heel soepel ervaren. Ik heb het pakket genomen dat ik een maand onbeperkt kon nemen. Dus het was wel €70. Maar dan kon ik wel altijd als ik in de auto zat. Ja, ik had gewoon live waar er nog files stonden. Als we in de stad liepen, had ik hem gewoon aan. We konden er gewoon naartoe lopen. Dus ik heb dat wel als makkelijk ervaren. Dus ik zou dat zeker aanraden. En absoluut. Jij had hem dan niet. Dus jij hebt gewoon steeds op de wifi gewoon ergens wel meegeholpen. Nou, dat is prima. Ook als je er eentje hebt, dan 2 kan, maar zou een beetje onnodig zijn, denk ik. Ja, dat is inderdaad. Hè. Ik zeg ook altijd, ik kom natuurlijk ook nog uit de generatie en uit de tijd dat ik gewoon alles met de wifi deed. En dat ik dacht, dan ben ik maar onbereikbaar. En dat kan natuurlijk ook prima, weet je wel. Dus het is maar net waar je hart ligt. En ik heb hem natuurlijk vorig jaar ook, wij hadden dan inderdaad er allebei, dat was ook een beetje om te testen, de Airalo en de Holofly. Ja, en die werkte bij ons ook allebei prima. Dus vooral inderdaad tegenwoordig, het is lekker om live je verkeersinformatie te krijgen. Live met je navigatie, dat je omgeleid wordt als er files zijn of wegen die niet open zijn, weet je. Ja, dat het heeft ons ook wel gebracht wat we ervan gehoopt hadden. Dus nog meer?
Ja, ik moet nog even denken aan het voorgesprek over dat we het hadden over de hitte in Orlando en dat ik daar echt niet tegen kon. Ja, ja. Dat was wel een goeie. Ja, want dat was nog wel even een dingetje. Dat was nog wel even een dingetje, want ik denk dat het een graad of 2,43 was toen wij daar waren. Ja. En ook luchtvochtig hè, in Florida. Ja, inderdaad. Ja, ja. En ik weet van mezelf dat ik niet zo goed tegen hitte kan. Maar ik kreeg daar dus een enorme zonnesteek. Dus was eigenlijk echt doodziek voor echt meerdere dagen. Want zodra ik ook maar één voet buiten zet, was ik gewoon heel erg misselijk. En kon ik eigenlijk mijn hoofd niet eens omhoog houden, zeg maar. Dus ja, wapen jezelf tegen de hitte. Of dat nou is door koude water in je waterfles. Neem er alsjeblieft meerdere mee. Koop een handfennetje. Dat je gewoon van die koude lucht iedere keer op je gezicht kan doen. Ja. Er waren ook mensen die een soort van, hoe moet ik het omschrijven? Wat wij gebruiken om mijn kat te sprayen als hij iets doet wat niet mag. Hè? Dat je zo water een beetje op jezelf kunt sprayen. Juist. Nou ja, ben gewoon heel goed voorbereid op die hitte als je dat niet zo goed kunt hebben. En zelfs ook in pretparken en zo. Hè? Ja, want dat is, dan denk je van, ik ga naar een pretpark, alles is goed en geregeld. En maar ja, je loopt ook buiten, ook in die zon. Ja, juist daar, daar. En ook zeker, want Universal is dan best wel nieuw. Daar heb je wel veel airco, maar Disney is gewoon een hele oude meuk. Dat is leuk, maar het is oude meuk. Dus daar was echt weinig airco. Ook in de restaurants en zo, weinig airco. Nee, ik denk dat je, als je inderdaad nog in dat tip hebt, in dat vorige gesprek dus inderdaad gehad over die pretparken. Als wij terugkijken, is Epcot voor ons wel echt, denk ik, de tegenvaller geweest. Ja. Dat was echt oud. Misschien wel leuk om gezien te hebben, maar ja, als we nu nog een keer zouden doen, is dat zeker, denk ik, degene die we, qua geld wat je er ook aan besteedt, zouden we dat zeker niet meer doen. Misschien zelfs wel heel Disney niet. Laten we even het park noemen waar dan ook het grote kasteel staat. Magic Kingdom. Ja, Magic Kingdom zijn we dan ook geweest. Die twee hebben we dan gedaan. Ja, vond ik wel, het is leuk, maar eigenlijk is Disney natuurlijk eigenlijk leuker met kinderen. En wij hebben daar wel rondgelopen. En ja, het is een beetje gewend natuurlijk. Want wij waren ook allebei al wel eens in Disney Parijs geweest. Dat is waar, En dan is het eigenlijk ook wel een kopie. En dan denk vooral ik, Magic Kingdom. Hè? Dat is echt gewoon een bijna 1-op-1 Disney Parijs. Magic Kingdom is inderdaad gewoon 1-op-1 gekopieerd. Dus dan weet je, als je daar al bent geweest, laat hem lekker schieten. Ga je het anders leuks doen. Waarschijnlijk is het trouwens andersom gekopieerd. Hoor. Ik denk dat Parijs het gekopieerd heeft van Amerika. Ja. Maar ik snap inderdaad precies hoor. Jullie zijn totaal in 2-3 parken geweest in Orlando? Of? In Orlando hebben we op 1 dag beide Universal parken gedaan. Dat vonden wij prima te doen. Vonden de wachtrijen alleen ook wel meevallen. Ja, dat alleen Volcano Beach hebben we niet gedaan. Die andere twee wel. Nou, ik wist niet eens dat er een derde was. Ik dacht dat wij de 2 parken van Universal hadden gedaan. Ik heb niet alles verteld, hè? Want, was de eentje niet. Voor mij was dat het waterpark, geloof ik. Oh, dus die hebben we niet gedaan. Ja. Die andere twee wel. En als je op vakantie gaat en je zegt, ik wil iets nieuws beleven. Ja. Dan is Universal wel echt degene, denk ik, om heen te gaan. Want dat was wel echt, als je kijkt naar de attracties, hoe anders dat is, hoe gedetailleerd het is, hoe sowieso wel fijner om doorheen te lopen, omdat het dus inderdaad meer airco heeft. Ja, zou ik echt zeggen, ga daarheen. En wij hebben het nu in een soort combi-ticket gedaan. Maar het was prima te doen wat mij betreft, want ook daarvoor gold weer dat pas heel laat het een beetje op gang kwam. Dus ochtends hadden wij max 20 minuten wachttijd, dat echt oké is. Dat is prima, zeker. Ja, dus wij hebben gewoon in de ochtend echt alles wat we wilden kunnen doen in park 1 en toen naar park 2 gegaan. Okay. Omdat het toen ook pas weer drukker werd. Dus dat kan. En Disney had voor ons niet meer zo nodig hoeven, denk ik. Nee, ondanks ook, we haalden het al een beetje aan. Hè. Theo is nogal van de Harry Potter en de fantasy wereld. Ja. Dat heb je natuurlijk echt in Disney. Nee, juist niet. Oh nee, natuurlijk niet. Dat heb je juist niet in Disney, maar juist, juist in de Universal. Oh, dus precies. Daarom hebben we toen de Universal in een soort combi-ticket gedaan. Want Harry Potter, freak, gek. Als ik ben, dan moet je daar weet ik zijn. Dat als je een combi-ticket hebt, dan mag je met de Harry Potter Express van het een naar het andere park. Hoef je er niet meer uit het ene park, zeg maar, om het andere weer in te gaan. Maar dan heb je een soort shortcut, zeg maar. En dan kan je met de Hogwarts Express. Ja. Is gewoon weer, tenminste dat vind ik dan heel leuk. Maar ik moet zeggen dat inderdaad in combi was dat verder prima. Want in het park waar we daarna heen gingen, op de map zeg maar, zijn we van rechts naar links gegaan. Dat was juist het park waar bijvoorbeeld echt meer de achtbanen waren. Dus bijvoorbeeld de Hulk. En we hadden misschien samen, maar jij was toen aan het einde van de dag niet zo heel lekker. ben ik in mijn eentje nog in een Jurassic Park achtbaan geweest. Ik ben sowieso niet zo'n hele grote achtbanenliefhebber. Ja. Dus dat was voor mij sowieso een overwinning dat ik daar inging. Ik denk, ik ben er nou toch, dan moet ik er ook in. Ja, denk dan maar 2 ziek. Dat kan ook, hè? Dan maar 2 ziek, ja. Nee, maar dat was gewoon heel, heel leuk om te beleven. Maar en ook alle parken zijn leuk te doen om met kinderen, als je kinderen mee zou nemen. Juist Disney wel.
Ja. En Universal ook heel veel keus voor kinderen. Dan ga je denk ik wel andere dingen doen dan wat wij hebben gedaan. Maar ja. Prima, we hebben ook bewust wel echt de gebieden in die parken, zeg maar, zijn we juist een beetje doorheen gelopen. Ja. Waar die kinderattracties waren. Omdat wij wisten toch wel, wij hoeven niet zozeer in de zweefmolen en dat soort dingen. Ik zou wel zeker nog, hij is wel wat ouder, maar ik vond wel de E.T. dan wel weer grappig om te zien. Een van de oudere attracties en misschien niet degene waar je gelijk in... Het is een beetje de droomvlucht van Efteling, alleen dan in E.T.-stijl, zeg maar. Oh, echt joh? Ook echt wel... leuk om gezien te hebben. Mocht de wachtrij daar anderhalf uur zijn, zou ik hem niet doen. Maar dat is misschien wel een goeie. Ja. Inderdaad, begin daar gewoon vroeg. Want het komt dus laat op gang. En je weet, ook als je naar de Efteling gaat of naar een ander pretpark, hoe later op de dag, hoe groter die wachtrijen worden. Wapen jezelf daartegen. En inderdaad, handdoekjes, spray. En single riders rijden. Dat heb je tegenwoordig in de Eftelingen zo ook wel. Klopt. Maar dat scheelt een hele hoop. Oké, en dan ondanks dat je met z'n tweeën gaat... Dan zit je alleen waarschijnlijk in een ander karretje. Dan zit je wel apart, Dus dat moet je even realiseren. Maar top. Nou ja, ik heb het al eerder gezegd, ook in een andere podcast. Hè. Wil je meer weten over de pretparken in Orlando? En je houdt van het luisteren naar podcasten? Ga dan zeker luisteren naar Orlando met dubbel O, de podcast. Ja, die mannen die weten alles over die pretparken. En daar kun je echt heel goed... volgens mij heb je hem zelf dus ook geluisterd, hè? Ja, ook heel leuk. Allebei Brabantse kerels ook. Dus heel... het luistert ook heel makkelijk. Hij is gewend aan de toonval. Ja, dat is het, hè? Ja, precies. Hij is er echt aan gewend. Precies. Ja. Inmiddels is een beetje verslaafd. Dus, binnenkort wonen ze allebei in Tilburg. Dat weet ik niet, maar... het is een optie. Nee, we houden alle eindes open. Ja. ik ga jullie mega bedanken voor het mooie avonturenverhaal van Oost-Amerika. Allereerste keer in Amerika, samen als stel, eigenlijk als beginnend stel misschien ook zelfs nog een beetje, zeker in die tijd. Ja, hartstikke leuk. En ik hoop dat jullie samen nog een keer naar Amerika gaan. En dan gaan we het wel weer horen wat het wordt. Ja, we hebben in ieder geval nog wel wat andere tripjes naar India is net al besproken. Maar deze zomer wat anders. Dus we gaan sowieso nog wel wat leuke tripjes doen en dan... gaat het goed komen. Precies, en dat is ook wel even een goeie. Niet alles op vakantiegebied hoeft Amerika te zijn. Hè. Dus ondanks dat dit natuurlijk op naar Amerika heet. Trek er vooral op uit. Doe leuke dingen. Geniet van het leven. Geniet van elkaar. En dan moet het zeker goed komen, denk ik. Ja. Super bedankt. Heel bedankt. Ja, jij ook. En dit is alweer het einde van deze aflevering van Hop Hop naar Amerika. De podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je nou ideeën, tips of suggesties? Of wil je zelf misschien wel een keertje als gast deelnemen aan deze podcast? Je kunt me bereiken via info@hophopnaaramerika.nl. Verder vind je Hop Hop naar Amerika natuurlijk ook op YouTube, Instagram, Facebook en via de website www.hophopnaaramerika.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot horens.